geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg. Van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 13 december 2016. En welkom geldt ook de mensen op de publieke tribune. Van harte welkom hier in Hardenberg, in het gemeentehuis. En natuurlijk ook de vertegenwoordigers van de pers die hier ook aanwezig zijn. En de mensen die ons thuis volgen via de andere media. Ik open de vergadering met mededeling van afwezigheid van mevrouw Baarslag, mevrouw Kloekhorst en de heer Mulder. De vaststelling van deze agenda, in principe de laatste raadsvergadering van dit jaar. Vanuit het college heb ik verzoek gekregen om over de agenda, over één agendapunt, het woord te mogen voeren. En dat zou ik willen toestaan, met u goedvinden, door de heer De Vent. Ik stel voor, het woord is aan de heer De Vent. Dank u wel, voorzitter. Ja, vanavond ligt voor besluitvorming rondom de verordening maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatiewet. Maar u heeft gezien waarschijnlijk vanmiddag dat er nog een mail is binnengekomen vanuit de participatieraad. Nou, wij willen dat zorgvuldig behandelen en bij u terugkeren, niet nu, maar in de eerste vergadering van januari, om het definitief ook met ons commentaar en advies terug te laten keren bij u, zodat u integraal met alle adviezen een besluit kunt nemen. Dus het leek ons zorgvuldiger om het nu niet te doen, want A, we kunnen nu nog geen reactie geven naar zowel de participatieraad als naar u. Dus, en ik heb begrepen dat als we het iets over het jaar tillen, dat het geen enkel probleem is en het gaat om relatief kleine aanpassing. Dat, voorzitter, is het verzoek. Akkoord, verzoek vanuit de zijde van het college om het advies van de participatieraad is binnengekomen te verwerken nog in de stukken en te checken of dat allemaal akkoord is en dan met het voorstel terug te komen in de januarivergadering. Ik kijk in de richting van de raad. Is dat een goed voorstel? Dat vindt u akkoord? Akkoord. Daarmee halen wij dit agendapunt van de agenda. En dat gaat dan om agendapunt 7. Agendapunt 7 komt te vervallen. Andere nog over de vaststelling van de agenda. Niet het geval, dan kunnen we daarmee de agenda ook definitief vaststellen. En met de nummering schuift het dan even door. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om te spreken over de agendapunten die voorliggen. Dat brengt ons dan bij de actuele vragen onder. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragen? De heer Gelling. Aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie heeft afgelopen vrijdag wat schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een incident in het AZC. In een overleg met de griffier die mij maandag belde, hebben we besloten om de vragen hier even kort mondeling te stellen. Vanwege de actualiteit, maar ook vanwege tijdstip bij ons bevinden, zodat dit niet na de vakantie weer terug hoeft te komen. Wat ons betreft mag het kort, maar toch even wat helderheid verschaffen. Dus wij zouden u willen vragen of u kort zou willen toelichten wat precies gebeurd is. Er is wat onrust ontstaan aan een van een steekpartij in het AZC. Zou u wat aanvullende informatie kunnen geven over mogelijk andere incidenten en over de ontwikkelingen van het veiligheidsgevoel rondom het AZC, maar ook zelfs binnen het AZC. Want ook landelijk zien wij wat berichtgeving dat werknemers zich niet altijd even prettig voelen in hun werkomstandigheden. Wat u eventueel gaat doen daaraan en of het noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te treffen. Dus met name gaat het ons even om dat u een kort beeld zou willen schetsen over de gang van zaken en over de algemene gang van zaken. Akkoord, dat wil ik wel doen. Met uw goedvinden wil ik dat vanaf deze plek doen. Zoals gezegd, actuele vragen rond. Ik zou het ook proberen kort te houden, maar wel duidelijk. In die zin van dat het AZC nu operationeel is, feitelijk sinds half november. Ze zijn nu ongeveer een maand onderweg. En er bevinden zich circa, ik denk zo'n 225 bewoners op dit moment op het AZC. En dat aantal zal de komende maanden verder toenemen nog. Dat is de verwachting. We weten natuurlijk nooit wat er landelijk gebeurt. Ik weet ook dat het COA nog midden in de discussie zit. Waarin zijn herverdeling van capaciteit aan de orde is. Maar de verwachting is dat er wel een doorgroei zal plaatsvinden van het AZC Hardenberg. En dan is het wel heel verdrietig om te constateren. En ook dat er dan toch een incident plaatsvindt. Vorige week donderdagavond. Een
incident waarbij twee bewoners met elkaar in gevechten raken. En, daar wordt wat geprikt. Licht in dit geval, maar toch. De ene bewoner heeft zich gemeld en is die verwond was, heeft zichzelf gemeld bij de balie en is vervolgens door de ambulance afgevoerd. Maar dat was conform de afspraken die we ook hebben. Politie is aanwezig geweest, heeft ook snel een verdachte kunnen aanhouden, ook zonder geweld gebeurd, zeg maar. Dus in die zin is er snel geacteerd. Ik heb dat ook in de richting van de media eerder aangegeven. En de verdachte zit nu nog vast. Het slachtoffer is weer terug. Mensen op het AZC hebben er bijzonder weinig van gemerkt. Er is ook gesproken vanuit de leiding van het AZC met de bewoners. Gisteravond had ik een bewonersoverleg. Dat is nu een aantal keren geweest. Volgens mij voor de vierde keer is nu een bewonersoverleg geweest. We doen dat maandelijks. Dat staat in teken ook van veiligheid. En hoe loopt het allemaal? Hoe gaat het allemaal? En daar is dit voorval natuurlijk ook besproken. In de zin van, ja, wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er op het AZC zelf? Hoe wordt geacteerd? Maar wat gebeurt er ook in de omgeving? En ik kan u zeggen, vanuit de gemeente, nog vanuit de politie, en ook niet vanuit COA, zijn er verontrustende telefoontjes binnengekomen. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Want dat is mij ook wel duidelijk geworden gisteren uit het bewonersoverleg. Er zijn wel een aantal mensen uit de omgeving die zeggen van hoe moet ik dit nu vatten? Ik kan zeggen, objectief gezien, qua cijfers, zijn er geen verontrustende beelden. Integendeel zelfs, het is rustig op het AZC, het is ook rustig buiten het AZC. Dit was een tweede incident wat er nu is gebeurd sinds de oprichting van het AZC. Het andere betrof ook een lichte vechtpartij. Dus eigenlijk is dat, zeker als we het vergelijken met andere AZC's, is dat hier rustig. En ook in de samenleving worden geen meldingen gedaan. En toch merk je dat het subjectieve gevoel na zo'n incident, en zeker ook na de publiciteit, en ook wat er elders in Nederland gebeurt, toch wat onrust veroorzaakt. En daar hebben we gisteren over gesproken in het bewonersoverleg. En ook gezegd van, ja, hoe kunnen we nou aan die gevoelens tegemoetkomen? Wat moet er gebeuren? En gisteravond is ook in het bewonersoverleg een suggestie gedaan, want we hebben ook gezegd van, ja, wat moeten wij doen? En is de suggestie gedaan van, nou, je zou misschien toch kunnen communiceren van wat er nou feitelijk gewoon gebeurt. In de zin van, hoeveel mensen zitten nu? Wat voor groepen mensen zijn hier op dit moment te gast, zeg maar, in Hardenberg? Het zijn ook mensen die hier rondwandelen, rondlopen, hun boodschappen doen. Inmiddels dus inderdaad, de samenleving verandert wel een beetje. Het krijgt een kleur hier in de stad. Daarvoor hebben we ook bewust die keuze met elkaar gemaakt. Dus het is ook goed. En we hebben ook dat afgesproken, dat ook zeer binnenkort gewoon in de media nog eens even aandacht wordt besteed van hoe loopt het nu, wat gebeurt er en hoe gaat dat proces nu in werking? Hoe komen mensen hier binnen? Hoe worden ze begeleid? Hoe staat het met de vrijwilligers? En daar gaat over gecommuniceerd worden. En ik doe nogmaals de oproep, want vrijdag hebben we heel nadrukkelijk de media in de gaten gehouden en ook gewacht op telefoontjes of die zouden komen om te kijken van moeten we acteren. Dat is in ieder geval niet in de richting van de officiële instanties gebeurd, laat ik dat dan zo zeggen. Maar nogmaals, op straat wordt er blijkbaar wel over gesproken. En het is ook goed om, als er signalen zijn, die oproep wil ik ook nogmaals doen, als mensen toch gevoelens hebben van onveiligheid of in ieder geval daarover zouden willen praten, om dat ook vooral kenbaar te maken. Of bij het COA zelf, die staat daarvoor open, de locatie staat daarvoor open. Mensen kunnen daar rustig naartoe gaan om te vragen van, goh, zou u wat erover willen vertellen? Maar natuurlijk ook bij de gemeente en ook bij de politie. De wijkagent, dat is een speciale agent aangesteld voor het AZC-terrein. In Veuring is dat. Die gaat ook heel bewust de buurt in. Die gaat de Maaslanden in, die praat met ondernemers, ook hier in het centrum met de winkeliers. Om ook signalen op te halen. En dat maakt mij ertoe, ook na het overleg van gisteravond, dat wij eigenlijk concluderen dat op dit moment geen extra maatregelen nodig zijn. Maar dat we wel goed de vinger aan de pols moeten houden. En ook in samenspraak met de bewoners van het AZC ook goed op elkaar ingespeeld blijven. Ik heb begrepen, dat tot slot, dat er volgende week een eerste bewonersavond op het AZC is. Dat er een soort bewonersraad komt waarin ook dit soort omgangsvormen, wat gebeurt er op het AZC, hoe ga je daarmee om, dat ook dat soort zaken dan besproken kan. Dus op dit moment heel vervelend incident. Dat wil je niet hebben. Ik
hoop ook dat dit niet weer gebeurt. Maar tegelijkertijd een garantie kan ik ook niet afgeven. Maar er is adequaat opgetreden. En in het kader van communicatie zullen we nog extra aandacht besteden. Ook in de richting van de Hardenberg samenleving. Om te zeggen, van, nou, hoe ontwikkelt zich dat nu het AZC in de gemeente Hardenberg. Tot zover. Akkoord. Ja, voorzitter, dank voor het uitgebreide antwoord. Akkoord, dank u wel. Anderen nog bij deze actuele vraagronde? Ik meld nogmaals, het is niet de bedoeling om een debat aan te gaan. Dan zouden we dat moeten gaan agenderen. Dat kan, maar dat is niet de bedoeling van deze avond. De heer Boersma. Staat u mij toe om één opmerking met twee korte vragen aan de heer Gellen te stellen? En volgens mij mag dat volgens ons reglement, dit onderwerp. Ja, dat is toegestaan. Mijn opmerking is de eerste. Wij kunnen als raad gebruik maken van een aantal middelen. Het is een schriftelijke vraag, dat is een mondelinge vraag, dat is de actuele vragenronde. En ik heb nu niet zo vaak meegemaakt dat er een combinatie van die twee. En ik vraag me af, ik zie de stentor voor me, daar wordt uitgebreid al over het gevoel van veiligheid wat het afneemt gesproken. Wordt er weer in de vraag ingegaan. Dus ik vind het bijzonder dat u nu ook in de actuele vragenronde wordt gesteld. Dat is één. Twee is, er wordt gesuggereerd dat het veiligheidsgevoel afneemt. Ik vind dat een hele gevaarlijke uitspraak, want ik wil de heer Gelling vragen, hoe hebben we dat gemeten? En een derde of tweede vraag is, als wij bij elke clash tussen buurtbewoners, dat kan ook in een wijk in Hardenberg, hier vragen gaan stellen in deze ronde, dan is het einde, denk ik, zoek. Ik beschouw het als opmerkingen die u nu maakt. Is dat akkoord? Of zat er een hele duidelijke vraag aan iemand in? Ik heb één hele duidelijke vraag of meneer Gelling de veiligheid heeft gemeten. Nou, voorzitter, het had mijn lieve deugd geweest om hier niet al te diep in te gaan. Maar nu meneer Boersma daar op pinpoint, moet dat natuurlijk. Kijk, het is zo dat ik met de toezegging van de voorzitter dat er alle ruimte is voor burgers om zich te melden bij de voorzitter, of althans bij de gemeente, dan wel COA, wat ons betreft is voldaan. Want ik word veel gebeld door mensen die zich wat onprettig voelen, buurtbewoners. Er is ook heel veel getwitterd, ik weet niet of u twittert, maar... Dus donderdagavond en vrijdag ging het nogal tekeer. Ik vind het wat merkwaardig om te veronderstellen dat voorvallen die een dergelijke impact in de maatschappij hebben niet behandeld zouden worden. Ik wil u niet de importantie van de gemiddelde schriftelijke vraag voorhouden, maar dat is nooit zo heel erg groot in mijn beleving. Dus ik denk dat juist wat de voorzitter ook zei, als het dan ergens om gaat, zou ik het wat merkwaardig vinden dat we dan als raad net doen alsof wij er niet bij betrokken zouden zijn. Dat is twee. En om met de eerste vraag te beginnen. Ik heb de vraag schriftelijk gesteld, maar ik ben maandagochtend gebeld door de griffier met het verzoek om het hier actueel te doen. En dat leek mij prima. En gezien ook de tijdsbonden dat het schriftelijk niet voor vandaag kon, leek het ons wat onzinnig om hem over de jaarwisseling te tellen naar volgend jaar. Maar ook niet meer dan dat. En wat mij betreft had het ook niet zwaarder gehoeven dan dit. Mijn fractie was in ieder geval zeer tevreden met de opmerkingen en de behandeling van de voorzitter. Ik denk alleen dat we juist door niet te communiceren gaan zorgen voor een gevoel van onbehagen in de gemeente. En wat mij betreft is niet communiceren heel gevaarlijk. En denk ik juist, wat de voorzitter ook zegt, als je hier open in bent, duidelijk bent naar buurtbewoners, dan zie ik niet in waarom we daar niet over zouden kunnen communiceren. Eén zin. Ik heb niet gesuggereerd dat er niet gecommuniceerd moet worden, dus dat moet ik ook niet in de mond leggen. Ik heb over de manier waarop heb ik gesproken. En waar ik een opmerking over maak, en die geldt misschien straks ook nog wel in een ander debat. Wanneer is iets veel? Wanneer u zegt het veiligheidsongevoel neemt af, of onveiligheidsgevoel neemt toe, dan heb je een aantal tweets. Straks hebben we draagvlak bij de term draagvlak. En wanneer is nou veel en wanneer hebben we nou dat begrip? Daar krijg ik steeds meer moeite mee. Daar zou ik graag met u in debat willen gaan. Maar nu niet, maar een andere keer. Dat doen we inderdaad nu niet. Overigens was er geen sprake van een schriftelijke vraag. Er is nu een mondelinge vraag gesteld in het kader van de actualiteit. Ja, excuus. Had hij niet in de krant kunnen staan. Nee, waarom? Daar heeft de Boersma gelijk. Ik heb vrijdagmiddag iedereen rondgestuurd schriftelijke vragen. Mede naar aanleiding daarvan ben ik ook. In die schriftelijke vraag stond ook op het eind de keuze van vanwege actualiteit lijkt schriftelijke behandeling. Dat was wat ons betreft ook prima geweest, maar dan wel voor van vandaag uitstekend. Als dat niet lukt, dan leek het ons niet meer dan wenselijk om vanwege juiste actualiteit dit hier te behandelen. En ja, als u er niet meer gegaan was, hadden we het al lang afgerond en hadden we verder gekund.
Dus wat mij betreft, en nogmaals dank voor de opmerking. Maar formeel is er sprake van een mondelinge vraag. En zijn er dus geen schriftelijke vragen die nu nog moeten worden beantwoord. Hè? Ook maar even om dat ook juist, te constateren. Ja, dat is juist. Akkoord. Dank anderen nog voor de actuele vragen. Niet het geval. Dan gaan wij over naar vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 november. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen om die besluitenlijst aan te passen. Ook nu zie ik geen aanleiding daartoe. Dan kunnen wij die besluitenlijst vaststellen. En gaan we over naar de bespreekstukken van vanavond. Te beginnen bij agendapunt 6. De belastingverordeningen 2017. En ik vraag u, wie zou ik daarover het woord moeten mogen geven? De heer Dogger. Anderen niet. De heer Dogger, aan u het woord. Voorzitter, als u het goed vindt, even van deze kant. We hebben bij de begroting met het college en met de portefeuillehouder ook gesproken over de termijnen van betaling van de aanslag. En dan met name aanslagen boven de 2000 euro. En toen heeft het college een vorm van toezegging gedaan van dat ook kan op verzoek. En onze vraag is eigenlijk van, vindt dit nu ook een stuk weerslag in straks de aanslagen die de deur uitgaat en de toelichting op de aanslagen dat dit mogelijk is, zodat er daar ook over gecommuniceerd wordt. Hoe pakt het college met andere woorden deze toezegging richting de raad op bij straks de aanslagen die verstuurd worden? Ja, akkoord. Daarvoor kijk even in de richting van de portefeuillehouder Financiën. De heer Jansen. Dank u wel. Normaal gesproken in twee keer, maar desgewenst kan het in meerdere termijnen tot 10 keer. En de vraag is van, zetten we dat er in toelichting bij? Ja, dat kunnen we doen. En ik kijk even naar links, volgens mij gaan we dat ook gewoon doen, hebben we dat afgesproken. En daar wordt geknikt, dus ik heb het goed begrepen. En nu dus doorgegeven. Mooi, prima. Voldoende. Dat is voldoende inderdaad. Dan zou ik het de belastingverordeningen 2017 in stemming willen brengen. Door u allereerst te vragen of er nog behoefte is aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met deze verordeningen 2017 die thans voorliggen? Akkoord CDA, ChristenUnie, GroenLinks, VVD akkoord, D66 op koers.nu en de Partij van de Arbeid akkoord. Daarmee is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. Gaan we naar agendapunt 7, en dat is in dit geval geworden de duurzame energieproducties. De keuze voor de korte en de lange termijn. Wie wil daarover het woord voeren? Alle fracties. Dat is het geval. Dan begin ik bij de fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Kloekhorst. Met excuus. Het is het einde van het jaar, dat constateer ik bijna. Het wordt tijd om de accu op te laden. De heer Jonkhans, neem me niet kwalijk. Dank u wel, meneer de voorzitter. Energie, transitie en Hardenberg. Gisteren was het een historische dag. Daar waar eerst door de overheid gerekend was met een subsidie van 5 miljard, volstond uiteindelijk een bedrag van 300 miljoen. Het levert ons een windpark op zee op met 100 turbines dat stroom gaat leveren voor zo'n 1 miljoen huishoudens. De subsidie per kilowattuur zakt daarmee naar 5,45 cent. Een historisch laag bedrag. Ten meer dat in april was het nog bij het vorige park nog 7,27 cent. En dat is een daling in een half jaar tijd van 25%. Met dit park en andere parken die naar verwachting op zee voor 5 miljoen huishoudens stroom gaan produceren, wordt echter nog maar 3% van de totale behoefte in 2023 gedekt. Wat ik daarmee zeggen wil is, we hebben steeds nog heel veel capaciteit nodig op land. Ook op land. We zijn dan ook blij met het voorliggende voorstel. Het had volgens ons nog wel wat ambitieuzer gekund. Echter, met de huidige prijsontwikkelingen is het vooral koffiedik kijken wat er op de lange termijn mogelijk is. En we denken dan ook dat het verstandig is wat er in het voorstel staat om in 2017 nog eens een keer weer de doelstelling op de korrel te nemen.
Maar we kunnen dus niet stil blijven staan en wachten op technologische doorbraken zoals we het in het verleden wel eens hebben gedaan. Voor 2020 en 2023 liggen de doelstellingen die nog voor een forse opgave zullen zijn voor onze gemeente. 14% in 2020 en 20% in 2023. De bevindingen van een aan te stellen kwartiermaker en tegen die tijd verwachte doorvertaling van het Parijsakkoord, waar ik al eerder over sprak in de oriënterende ronde, die zullen ons de mogelijkheid geven om, om beter een doelstelling te bepalen. Wij vinden het dan ook van groot belang dat er wel draagvlak gezocht wordt bij de bevolking en bedrijven in Hardenberg. En daarbij is techniek een hulpmiddel. Voorzitter, ik wou het hierbij laten. Akkoord, dank u wel. Ik ga naar de fractie van het CDA. De heer Van der Valk. Dank u wel, voorzitter. Duurzame energieproductie. Ja, ik zal ook kort zijn, de heer Jonkhansen. Was ook redelijk kort. We hebben nog meer punten op de agenda vanavond. Ook al is er weer één afgevallen. De CDA-fractie gaat nog steeds nadrukkelijk voor duurzaamheid. En we kunnen ons ook in grote lijnen vinden in de notitie zoals die wordt voorgesteld door de college. We zijn... Net als de portefeuillehouder in de oriënterende ronde ook al aangaf, van mening dat de doelstellingen ambitieus zijn. En op dit moment zien ook wij nog geen reden die naar boven bij te stellen. Inzet op zonne-energie, daar staan we volledig achter. Vooral voor die dagen binnen de gemeente waarop nog mogelijkheden zijn. Zoals in de oriënterende ronde al aangegeven, zonne-energievelden op landbouwgrond is iets waar de CDA-fractie duidelijk niet warm voor loopt. Dan het eerste punt uit de notitie, het laatste. De heer Jonkhans had het net ook al over de windenergie. Wij zijn erg benieuwd naar de afwegingskaders voor windenergie. Zoals aangegeven kunnen volgende windmolens binnen deze gemeente alleen op onze stemming rekenen als daar voldoende draagvlak voor is. De afgelopen dagen hebben wij, en wij niet alleen, diverse mailtjes gehad die daar ook voor pleiten. Draagvlak vinden wij essentieel. De heer Jonkhans gaf het ook al aan dat hij het belangrijk vindt. Dan de zee. Voorzitter, afgelopen zomer mocht ik al een stukje genieten door zeilend van Makkum naar Stockholm te gaan. En ten noorden van Groningen viel ons op dat een gigantisch veld met windmolens stond. Het waren wel Duitse windmolens. Verderop in Denemarken en ook in de Zweedse wateren vreselijk veel windmolens. Op zee. In Nederland nog niet zoveel. Maar inderdaad, gisteren kwam het bericht dat zelfs de Shell, die ziet er nu weer brood in. Want op zee, het wordt ook steeds goedkoper om daar te investeren en wind te winnen. En je bent effectief bezig. Het lijkt misschien een pleidooi voor windmolens op zee. Dat lijkt misschien op NIMBY-achtig gedrag. Nou, daar zijn wij in het algemeen bars van. Maar wij wijzen er nogmaals op dat daar windenergie effectief gewonnen kan worden. En daar ligt dus ook een mogelijkheid om een deel van onze doelstellingen te halen. En we willen dan ook de portefeuillehouder nogmaals nadrukkelijk vragen om ook die mogelijkheden, duurzame energie daar te winnen, om die nadrukkelijk mee te nemen. Verder vinden wij het belangrijk dat de overheid en dus ook onze gemeente inzet op een goed en intelligent transportnetwerk. We maakten net even een grapje over de N340, maar ook hier vinden wij bereikbaarheid
Duurzame energie wordt ergens geproduceerd en het moet ook op de goede plek weer terechtkomen. Bereikbaarheid en een goed netwerk, en een intelligent netwerk, vinden wij vreselijk belangrijk. Voorzitter, dat waren de opmerkingen die ik graag in eerste aanleg zou willen maken. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan meneer Van der Valk? Ja, gaat u gang. Dat ik nog zoveel gelegenheid krijg na deze avond. Het is mij al eens eerder opgevallen en ook vanuit de PvdA-hoek zijn er vragen over gesteld. En dat gaat over draagvlak. En ook u refereert daaraan dat u aangeeft van voldoende draagvlak is heel belangrijk. Kunt u ook aangeven wat voor u een definitie is van voldoende draagvlak? Heeft u daar percentages voor, aantallen? Kunt u mij daarin zeg maar, wat meer duidelijkheid geven? Voorzitter, als ik mag... Allereerste opmerking ook na deze avond. Mijn e-mailadres blijft hetzelfde, dus de heer Oden kan mij altijd bereiken. Geen enkel punt. Ik sta heel graag met genoegen te woord. Draagvlak. Ja, belangrijk. En het is onderdeel van de afwegingskaders. Op dat vlak zijn wij als CDA dus ook heel benieuwd hoe het college dat denkt vorm te geven. Er zijn allerlei technische mogelijkheden om draagvlak te meten. Maar goed, we wachten even af waar het college nu mee komt. Maar wij vinden het belangrijk dat daar sprake is van draagvlak. Goed, dank. Ik wou het woord geven aan de fractie van de ChristenUnie, want er zijn verder geen vragen voor u. Dank u wel, voorzitter. Bij de voorbereiding op dit onderwerp, die helaas niet door mijn fractiegenoot Klaas Mulder kon worden opgepakt, heb ik een aantal oriënterende rondes en raadsvergaderingen teruggeluisterd. En daarbij zijn mij bij een tweetal bijdragers opgevallen, die zijn gehouden tijdens de raadsvergadering van 5 februari 2013. Op de agenda stond destijds het onderwerp principeverzoek initiatiefgroep Windenergie Delingsvaart Zuid voor de inpassing en plaatsing van een vijftal windmolens in Delingsvaart Zuid. Sta mij toe, voorzitter, dat ik hier kort aan refereer. De bijdrage van de heer Van der Valk viel mij op. Niet helemaal zonder reden, omdat dit de laatste keer is dat wij hem in deze vergadering kunnen toespreken. Hij verwees destijds in zijn bijdrage naar een quote van Friedrich Nietzsche, die hij in het weekend daarvoor had gelezen in de weekendbijlage van de Stentor. De quote stond onder een afbeelding van een eeuwenoude Spaanse molen. En de quote luidde: alleen gedachten die ons tijdens het wandelen invallen, zijn waardevol. In dat weekend en in die zondagmorgen, voorzitter, gaf de heer Van der Valk aan dat hij het gevoel had dat windmolens hem vanuit alle tijden en hoeken achtervolgden. Nog niet eerder had hij in zijn periode in de raad zoveel insprekers voor een agendapunt gezien en zoveel bezwaren via reacties en e-mails gehad. Het leek wel alsof er bijna niemand voor was, behalve de initiatiefnemers en een positief instemmende brief van Natuur en Milieu die het voorliggende raadsvoorstel ondersteunde. Een andere bijdrage die mij aandacht trok en die ik u ook niet wil onthouden, was de bijdrage van Klaas Mulder. In zijn bijdrage van dezelfde raadsvergadering van de behandeling van de windenergieproject De Veenwieken in Delingsvaart Zuid heeft hij namens de fractie uitgesproken, zowel in de oriënterende ronde op 22 januari 2013, als ook in de raadsvergadering van 5 februari 2013, dat wanneer het project De Veenwieken doorgaat, in dat geval Delingsvaart Zuid haar bijdrage heeft geleverd. Daarop heeft hij van de wethouder destijds instemming gekregen. Aanvullend, voorzitter, heeft Klaas Mulder aan de wethouder gevraagd dit ook uit te dragen naar de provincie. Voorzitter, het is niet zonder reden dat ik naar deze bijdragers refereer. En ik zal in het vervolg van mijn bijdrage proberen uit te leggen waarom. Wat nu voor ligt, voorzitter, is de uitvoering van een motie van 23 februari 2016... die unaniem is aangenomen door de Raad. Het college heeft de opdracht gekregen om mogelijkheden te verkennen om te komen tot een ambitieuze langetermijndoelstelling voor de opwekking van duurzame energie in 2030. Het voorliggende raadsvoorstel richt zich op de vergroting van de duurzame energieproductie. Deze toename is nodig omdat de energiedoelstelling uit het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2014 en 2018
te realiseren. Voorzitter, over de noodzaak om te komen tot duurzame energieopwekking is al veel gezegd en gesproken. Klimaatverandering is een feit en heeft wereldwijd grote gevolgen. Afhankelijk van alleen fossiele energie, zoals steenkool, aardgas en aardolie, is niet langer vol te houden. En de daarmee gepaardgaande CO2-uitstoot niet langer acceptabel. Het bedreigt onze gezondheid en maakt onze economie kwetsbaar. Wij als inwoners zijn niet alleen verbruikers van de aarde en de schepping, maar we beseffen ook dat de aarde moet worden doorgegeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Voorzitter, tijdens de oriënterende ronde hebben wij aangegeven voorstander te zijn van grootschalige energieopwekking. Wij als ChristenUnie-fractie zijn geen voorstander en willen niet meewerken aan versnippering en vervuiling van landschap door her en der windmolens toe te staan. Grootschalige windenergie in coöperatief verband zien wij als een goede mogelijkheid, waarbij wij ook als ChristenUnie-fractie sterk de nadruk willen leggen op participatie en draagvlak. Duurzame energieproductie op bedrijfsterreinen en op braakliggende gronden zien wij ook als reële mogelijkheden. Restwarmte, afkomstig van warmtebronnen van industrieterreinen, vinden wij prima. En zonnecollectoren op huurwoningen of woningen in het algemeen juichen we toe. Voor de langere termijn willen wij graag aandacht vragen voor onderzoek naar nieuwe technologieën, maar ook voor participaties buiten de gemeentegrenzen. De voorbeelden zijn al genoemd voor mogelijkheden op zee. Voorstellen hiertoe zien we dan ook graag terug. Voorzitter, tijdens de oriënterende ronde leek het te gaan om een drietal zaken. Veelvuldig werd genoemd doelstellingen die gerealiseerd moeten worden. Draagvlak die er moet zijn. En nog grotere ambities dan wat soms nu voor ligt. Heer Jonkhans. Ik wou graag een vraag stellen. Ja. In mijn bijdrage heb ik gememoreerd dat wind op zee, hoewel het spectaculair toeneemt op dit moment, maar uiteindelijk in 2023 nog maar 3% zal voorzien in de totale energiebehoefte. Dat betekent dat er nog 97% overblijft die ingevuld moet worden. Hoe ziet u dat? Of hoe ziet de fractie van de ChristenUnie dat? Voorzitter, ik denk dat wij dat niet anders zien als anderen. Dat er natuurlijk meer energie en meer, zeg maar, duurzame energieopwekking nodig is en noodzakelijk blijft. Dus dat betekent ook voor zeg maar, de doelstellingen zoals wij die als gemeente hebben. Maar dat betekent wat ons betreft ook, als er mogelijkheden zijn en participaties op, zeg maar, buiten onze gemeentegrenzen, dat we die ook kunnen normaal. Ik ga verder. Voorzitter, wat doelstellingen en ambities betreft proberen we realistisch te blijven. Wij vinden de nu voorliggende doelstellingen ambitieus genoeg. Laten we deze eerst maar eens realiseren. Voorzitter, als fractie vinden we het ook belangrijk dat een overheid betrouwbaar moet zijn. Daarbij past het ons om niet al te grote uitspraken te doen en daarmee wellicht verwachtingen te wekken om alleen maar op draagvlak te sturen. Voor je het weet, creëer je verkeerde verwachtingen. In het begin van mijn bijdrage refereerde ik naar de raadsvergadering van 5 februari 2013. Voorafgaand aan deze vergadering zijn op diverse manieren bezwaren geuit, zienswijzen ingebracht, emotionele gesprekken gevoerd en van inspraakmogelijkheden gebruik gemaakt. En toch zijn er besluiten genomen die een groter of algemeen belang dienden. Ook in die vergadering van 5 februari 2013, waarbij een groot deel van de raad toch instemde met het voorstel om eerste stappen te zetten voor de inpassing en plaatsing van 5 windmolens op Harderwerfs grondgebied. Is draagvlak daarom niet belangrijk? Absoluut, voorzitter. Ook wij als ChristenUnie-fractie zullen daar altijd naar streven. En wellicht bieden gesprekken met inwoners, betrokkenen en coöperatieve initiatieven voor duurzame energieproductie hiervoor de beste mogelijkheden. Voorzitter, dan willen we ook nog graag terugkomen op eerdere uitspraken gedaan door Klaas Mulder over de bijdrage van Delen van Zuid voor wat betreft de mogelijke plaatsing van 5 windmolens. Meerdere malen hebben wij voorzitter, hierover. Mag ik ondertussen nog even een vraag stellen? De heer Van der Valk, bij interruptie. Want dezelfde vraag dan de heer Odink ook mij stelde, ben ik nu ook nieuwsgierig. Hij neemt het woord draagvlak ook heel vaak in de mond. Misschien heeft hij wel een definitie die ik nog over het hoofd gezien heb. En dan kunnen we dat aan de wethouder meegeven. Meneer Van der Valk, ik heb ook uw e-mailadres. Dus die zult u van mij ook krijgen. Maar u hebt hem nu ook niet, begrijp ik. Nee, ik heb hem. Ja, u krijgt hem nog.
Ja, maar we zouden het graag hier ook horen dan. Nee, ik zal eerst dan kom ik bij je terug. Voorzitter, dan willen we nog graag terugkomen op de eerdere uitspraak gedaan door Klaas Mulder over de bijdrage van de Dienst van Zuid voor wat betreft de mogelijke plaatsing van 5 windmolens. Meerdere malen hebben wij hierover uitgesproken dat hiermee wat de ChristenUnie betreft Dienst van Zuid zijn bijdrage heeft gedaan. In de oriënterende ronde hebben wij hierover de wethouder bevraagd en bij de verkenningen die heeft geantwoord dat bij de verkenningen geen enkel omgeving of gebied in de gemeente Hardenberg te willen uitsluiten. Wij willen nu met klem meegeven in eerdere verzoeken naar onderzoek en naar opwekking van duurzame energieproductie in eerste instantie Deelsvaart Zuid te ontzien. En hiervoor dienen wij een motie in waarvan het dictum luidt: bij toekomstige grootschalige windenergieprojecten na realisatie van plande veenwieken Deelsvaart Zuid voorlopig niet mee te nemen. Akkoord, dank u wel. Voorzitter, mag ik daar nog een vraag stellen? Het woordje voorlopig triggert mij dat. Is dat een jaartje of is dat 2 jaar, 3 jaar? Hoe voorlopig is voorlopig? Voorlopig, daarmee willen we eigenlijk zeggen dat we zeggen van er vinden nu verkenningen plaats voor opwekking van duurzame energie. Wij vinden dat Deelsvaart Zuid de bijdrage heeft geleverd door de inpassing van de 5 windmolens. Maar om die vooralsnog of voorlopig niet mee te nemen. Maar daarmee willen we niet dat uitsluiten. Maar in beginsel of voorlopig niet mee te nemen. Voorzitter, dat is de strekking. Voorzitter, mag ik nog een opmerking maken? Stel nu dat die windmolens staan er straks. Stel nu dat de overlast de mensen in de omgeving heel erg meevalt. En dat er een goede participatieregeling komt en dat er ook een stuk draagvlak komt voor meer windmolens. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Dat zouden we omarmen. Wat dat betreft. Maar het opleggen, hè, dat we zeg maar niet naar draagvlak zoeken. Maar als er participatie is van onderop, juichen we dat alleen maar toe. De heer Bak heeft ook nog een vraag. Voorzitter, dank u wel. Meneer Orling, u brengt mij toch wat in verwarring. U zegt, u bent tegen versnippering. Vervolgens zegt u, gaat dus voor grootschalig. Draagvlak, als ik het goed interpreteer, is dat belangrijk, maar is niet alles leidend. Vervolgens zet u een motie langs waarbij de ChristenUnie zich laat leiden door draagvlak. Ik ben even de weg kwijt. Kunt u dus toch eens wat duidelijkheid scheppen waar u staat? Hey, wij vinden draagvlak heel belangrijk, maar wij zien een mogelijkheid voor draagvlak komt met coöperaties. Dus op het moment dat je zegt, er moeten windmolens geplaatst worden, dan heeft de omwonenden daar last van, maar dan moet je ze ook te voordeel gaan. Dus, en wij denken dat in een coöperatieve vorm dat mogelijkheden biedt. Bent u op de hoogte dat op dit moment heel erg tegenvalt, hè? Dat het heel erg moeilijk is om die coöperaties op gang te krijgen en dat daar niet het draagvlak ontstaat dat verwacht wordt? Nou, dat zou kunnen. Wat gaan we dan doen? Ja, dat is een hele goeie. De heer Oden. Voorzitter, wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel zoals dat nu voor ons ligt. We zullen de plannen waar de wethouder mee komt in het voorjaar beoordelen en dan een keuze maken om in te stemmen of eventueel andere afwegingen te maken. Maar we blijven achter de duurzaamheid ambities staan die we met elkaar ondertekend hebben. Dank voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik ga naar de fractie van D66. De heer Roland. Voorzitter, dank u wel. We spreken vandaag over enerzijds een ambitie die wij als raad zouden willen uitspreken ten aanzien van duurzame energie. En aan de andere kant lijkt het erop dat we het alleen maar hebben over windmolens en draagvlak daaromtrent. Wat ons betreft is dat een te eenzijdige benadering van dit onderwerp. En dat kwam ook al een beetje door in de beantwoording van de wethouder in de oriënterende ronde. Die stelde dat de uitstoot van CO2 ook kwam door onder andere het verkeer en bijvoorbeeld de landbouwsector, die ook een bijdrage aan dat probleem levert. Nu vind ik, en met mij mijn fractie, dat wij een verplichting hebben ten aanzien van onszelf en van onze toekomstige generaties om anders om te gaan met het energievraagstuk, de uitstoot en het gebruik van grondstoffen.
inderdaad, nu moeten we nadenken over windmolens, omdat dat de meeste kans geeft op grootschalige energieopwekking. Maar eigenlijk wil ik hierbij ook een pleidooi houden om verder te kijken dan dat. En het CDA refereert daar ook al enigszins aan volgens mij. Dus laten we ook kijken naar andere beleidsthema's, andere manieren van transport van de energie, maar ook andere manieren van het bouwen van woningen, het aanleggen van onze infrastructuur, etc. Wat ons betreft is dit ook een kans om nieuwe banen op te wekken, nieuwe kansen te pakken voor deze regio. Hierbij wil ik ook graag aandacht vragen voor de verbinding met het onderwijs. Onlangs sprak ik met een lector duurzaam coöperatief ondernemen, lector van de Hanze Hogeschool in Groningen, Willem Voorthuis, en die stelde dat het zeer goed mogelijk is om bijvoorbeeld volledig duurzaam te gaan worden in een gemeente of in een regio, als je maar grootschalig denkt en niet gaat inzoomen op één klein stukje van dat thema, maar kijkt naar de verbindingen binnen zo'n thema, zoals ik die eigenlijk al een beetje schets. Dus kijk naar wonen, kijk naar de zorg, kijk naar je infrastructuur en de energieopwekking. En dat biedt kansen. Met dit alles in het achterhoofd heb ik een amendement voorbereid die ik graag aan jullie wil voorleggen. Dat heb ik natuurlijk op papier al gedaan, maar hierbij ook een oproep om hierover te praten. En dat amendement gaat in op drie punten. Ten eerste punt 2 van het dictum te wijzigen in voor de lange termijn doelstellingen te koersen op 20% duurzame energie in 2023 en daarbij in te zetten op een mix van duurzame energieopties en deze opties nader te verkennen. Doel voor 2030 is minimaal 30% duurzame energie. En daar heb ik een punt gezet in het dictum, omdat er een overweging over windmolens bij zat die elders in de tekst ook al voorkwam. En die hoort wat mij betreft niet per se in het besluit. Daar kan je over discussiëren. Punt 2, als punt 5 toe te voegen aan het dictum, de ambitie ten aanzien van duurzaamheid te verwerken in andere beleidsvelden zoals wonen en werken, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling. Mogelijkheden hiertoe te verkennen in samenwerking met onderwijsinstituten in de regio. Die regio is dan wat breder dan alleen regio Zwolle wat mij betreft. En als punt 6 toe te voegen aan het dictum, te verklaren dat de gemeente Hardenberg streeft naar een volledige duurzaamheid op een zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval per 2040. Akkoord. Amendement gaat deel uitmaken van de beraadslaging. Amendement nummer 2, de heer Oding. Mag ik daar nog een vraag over stellen? Met name over dictum 1.3. Ja. Te verklaren dat de gemeente Hardenberg streeft naar een volledige duurzaamheid op een zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval per 2040. Hoe realistisch is dat? In alle oprechtheid, hoe realistisch is dat? Nou ja, mijn zeer gewaardeerde partijgenoot Jan Terlouw was laatst op televisie. Mogelijk heeft u het gezien, De Wereld Draait Door. En hij stelde, en ik geloof hem daarin ook, dat de technologische kennis aanwezig is om het een en ander te bereiken. Dat er in principe financiën zijn, dat er ook zelfs wel draagvlak is onder de bevolking en dat er op een gegeven moment wel een politieke wil moet zijn. En ik heb het niet over de raad van de gemeente Hardenberg alleen, maar breder dan dat. De politieke wil moet er zijn om dit gestalte te geven. Dat betekent gewoon andere keuzes hier en daar ook maken. Dat is niet alleen maar inzoomen op, gaan we al dan niet een windmolenpark bouwen, maar hoe gaan wij onze woningen bouwen, et cetera. En dan denk ik persoonlijk dat het realistisch is. Je ziet ook overigens gemeenten die het al halen. Akkoord. Andere vragen nog? In ieder geval. Dan dank ik de fractie van D66 voor de bijdrage. GroenLinks, mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Feit. We hebben een klimaatverandering. Feit. We hebben behoefte dat toekomstbestendig beleid wordt gevoerd voor generaties die na ons komen. Feit. We zijn, hoe je het went of keert, rentmeesters. En we hebben dus een verantwoordelijkheid. Feit. We hebben Parijs. We hebben allemaal gezegd, we moeten verduurzamen. En het liefst moeten we energie neutraal. Anders hebben we namelijk geen wereld die nog doordraait. Feit. We hebben ook hoop nodig. Dat is ook een feit. Dat we samen optrekken en kijken hoe we het gaan doen. Praten over ambities, wat we willen, betekent wel verantwoordelijkheid nemen voor de stappen die je gaat zetten. GroenLinks zegt altijd, als je een voetstap zet, moet je wel weten wat dat doet met de ander. En welke gevolgen dat heeft.
Feit, we hebben hier eigenlijk een hele vreemde discussie. We willen een hogere ambitie en we willen draagvlak. En we leggen het neer bij de wethouder en zeggen, kom met een mooi plan. Gaan wij eens kijken of dat wel goed genoeg is. Volgens mij hebben we straks ook een sociaal ondernemen. Participatie van de overheid. Wat zijn we eigenlijk hier aan het bediscussiëren? Is dit wel de juiste discussie? Of moeten wij tering naar de nering zetten als raad en zeggen, oké, wij willen die ambitie. Even los van cijfers, zo'n realistische ambitie is volledig energie-neutraal. Het is goed om te weten dat we het zouden willen, dat het wenselijk is. Maar het is niet wat je wil, het is hoe je er gaat komen. Misschien moeten we de discussie helemaal anders gooien. En niet hier onderling een beetje lopen steggelen wat draagvlak is. En wat coöperatie dan is. Misschien moeten we echt de boer op, en dat is bij de mensen op de stoep gaan staan. En eens vragen, wat is voor u dan participatie? En wanneer krijgen we dan wel draagvlak? En wat ik erg mis in deze gemeente, in deze raad, is het verhaal hoe ongelooflijk belangrijk het is dat duurzame energie ook wordt gezien in een andere vorm van duurzaamheid. Namelijk dat wij hier een economische ontwikkeling kunnen gaan maken. Wat maakt dat er brood op de plank gaat komen. Dat onze maakindustrie een innovatieslag kan gaan maken. Dat zijn ook keuzes. Die liggen erachter. Dus hoe graag ik met u een soft verhaal wil doen over hoe we de wereld moeten redden. Dat zou ik graag willen doen, maar volgens mij zit niemand daar nog op te wachten. Want dat weten we nu wel. Feit. Ik zou het fijn vinden, en onze fractie zou het fijn vinden, als deze raad eens eventjes zelf na gaat denken, welke verantwoordelijkheid gaat u nemen? Als de ambitie 14% gaat zijn, bent u dan bereid om die kaderstelling zo strak te maken dat we hem gaan halen? Of gaan we straks opnieuw, zoals meneer Van der Valk vorige keer zo netjes zei, toch het gevoel opwekken dat we door de strot gaan duwen? Maar Veenweek is niet te vergelijken met waar we nu staan. Dat heeft 12 jaar geduurd. En we hebben nu een ambitie die we sneller willen doen. Dat betekent dat wij anders moeten gaan denken en anders moeten zorgen dat er wordt geparticipeerd. Dank u. Voorzitter. Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Bak. Feit, ik weet niet waar u staat. Feit, ik hoor u zeggen, ik ga langs de burgers. Feit, ik hoor u zeggen, als raad moet het de kader strakker. Feit, ik snap het niet meer. Meneer Bak, u bent van een liberale partij. U bent vijf. U pleit altijd voor ondernemerschap. Dit is een vorm van ondernemerschap vanuit de overheidsparticipatie, waarin we zeggen, hoe gaan we die ambitie realiseren? En als wij dan vinden dat we een ambitie moeten hebben, moeten we dat in overleg doen bij de mensen die het draagvlak moeten willen doen. En u zegt aan de ene kant, we moeten kaders stellen, strakke kaders, zijn we daartoe bereid. Aan de andere kant zegt u, we moeten gaan voor participatie. En daar ben ik u kwijt. Dat is een heel mooi punt wat u daar zegt, want wij denken altijd dat kaderstellend regelgevend moet zijn. Kaderstellend kan ook zijn dat we aangeven hoe we samen met de bewoners en omwonenden willen praten. Dat is ook een kaderstelling. We kunnen het vrijgeven. We hoeven niet regels te maken om kaderstellend te zijn. We hoeven niet af te kaderen, hekken eromheen te zetten. We kunnen richting geven aan de wethouder. Wij willen dat er wordt gesproken met omwonenden, zodat we kunnen kijken waar we ruimte kunnen vinden. De heer Jonkhans en dan de heer Rob. Ja, voorzitter, dank u. Ja, nou, ik zou bijna zeggen, breek mijn klomp. Van de GroenLinks toch altijd zeer betrouwbaar. Met duidelijke doelstellingen ten aanzien van groen, natuur en milieu is. En ik hoor geen enkele doelstelling. Ik weet niet, ik zou bijna zeggen, ik weet niet waar u het over heeft, maar ik denk het wel. Maar ik hoor geen, waar u nou op wilt koersen, dat is één. En twee is, ik hoor u zeggen van, god, het zou toch wel heel fijn zijn als we ook de bedrijven en het bedrijfsleven zouden verduurzamen. Nou, dat lijkt mij een heel goed streven. Maar hoe gaan we daar komen? Heeft u daar ook een visie op? En dan zou ik daar graag een amendement voor zien om dat ook in het voorstel in te pluggen. Ja, het is toch fijn dat ik een prachtig platform krijg om te laten weten waarom ik GroenLinks ben. Wij hoeven niet het wiel uit te vinden en ik heb ook niet voor u het antwoord. Ik ben een onderdeel van een mogelijk antwoord. Wat ik u zeg is dat als je duurzaam wilt besturen, dat het niet alleen maar gaat over de wens, maar ook hoe je er gaat komen. Dat is heel pragmatisch. Ik zou heel graag willen dat we morgen volledig duurzaam zijn. Maar dat is natuurlijk een
Vreemd uitgangspunt, dat gaan we niet halen. Wat ik vooral wil, is toekomstbestendig beleid. En hoe zet je stappen om te komen naar een verduurzaming? En welke rol speelt de overheid daarin om dat goed te kunnen faciliteren? Wilt u van mij een cijfer horen van hoeveel procent duurzaamheid ik zou wensen, terwijl de rest nog niet is afgetikt? Vind ik vreemd. Akkoord, de heer Rodemond. Dank u, voorzitter, maar mijn vraag is inmiddels beantwoord. Dank u wel. Prima. Als er geen vragen meer zijn voor mevrouw Van Hoek, dan dank ik haar voor de bijdrage van het zijde van GroenLinks. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. De heer Bak. Dank u, voorzitter. Afgelopen donderdag, als ik het goed in herinnering heb, ben ik samen met de heer Van den Berg van het CDA geweest bij een avond van LTO. En daar was een weerman die wat vertelde over het klimaat. En dat heeft mij toch wel weer in het bijzonder tot nadenken gezet. Want we hebben het hier wel ergens over. Want als we niks doen met elkaar, dan hebben wij hier in Nederland, ja serieus in Nederland, zouden we een probleem kunnen krijgen. Dus dat maakt dat we inderdaad alle zeilen bij moeten zetten. Maar hoe doe je dat dan? Daar hebben we vanavond al veel met elkaar over gesproken. Kaderstelling onderop. Hoe zit dat nu? Nou, laten we er goed over nadenken hoe we dat met elkaar willen doen. Voordat ik daar naartoe wil gaan, wil ik in ieder geval zeggen dat het voorstel zoals het nu door de heer De Vent gedaan heeft, mij in ieder geval vertrouwen geeft dat we een proces ingaan met elkaar dat mogelijk maakt dat we richting welk jaar dan ook stappen gaan zetten die noodzakelijk zijn. En laten we daarbij alsjeblieft niet alleen focussen op windenergie, want dat is wat ik wel heel veel terugzie, een heel sterke focus op windenergie. Maar laten we richting geven door breed te onderzoeken, breed te kijken van waar zit het draagvlak. Dat is een feestje van onderop. Meneer Boersma, u heeft de discussie volgens mij vanavond aangezwengeld. Hoe doe je dat nu? Wat is draagvlak? Geef het terug en laat het gebeuren. Geef niet te veel kaders mee. Dat maakt dat het een technologisch feestje kan worden. En ik heb eerder hier geduid dat wij economie belangrijk vinden. En ik zie het al helemaal voor me. Als we hier in Hardenberg ruimte geven, als we dit proces met elkaar op een goede manier doorgaan en als raad juist niet te veel kaders stellen, maar samen met onze inwoners het gesprek aangaan, het aanjagen, het motiveren, dan kan er heel veel gebeuren. En ik zie het al voor me, Energy Base Hardenberg. De economie komt eraan. Technologie naar onze gemeente. Want het kan. Want waarom kan Eindhoven het? Waarom kan Twente het? Wij hier in Hardenberg kunnen het ook. Want duurzaamheid is een thema dat belangrijk is. Maar duurzaamheid gaat verder dan alleen energie. Duurzaamheid gaat ook over het maken van juiste keuzes. Duurzaamheid gaat ook over zorgen dat je maatregelen neemt zodat de kolencentrales dicht kunnen. Kijk naar landbouw, daar zit een stuk oplossing. Dus zie het in de breedte en maak daar werk van. En vanuit dat oogpunt zeg ik, laten we de wethouder en onszelf een fantastisch proces gunnen en met elkaar in gesprek gaan, samen met onze inwoners. En dan gaan we stappen zetten. Dank u wel. Dank u wel voor de bijdrage. Dat roept vraag op de heer Rodemond. Een vraag. Ik hoor de heer Bak zeggen dat met dit voorstel er een stap wordt gezet in een goede richting. Eens. Is het dan wat de heer Bak betreft ook alleen maar dat, een eerste stap richting een oplossing in plaats van een vastgestelde ambitie, zoals ik hem ook wel een beetje lees hier en daar? Nee, nou, goed dat u dat nog een keer duidt, meneer Rodemond. Ik ben niet zo voor de vastgestelde ambitie, want wat hebben we eraan gehad om te zeggen, we hebben 20% duurzame energie in 2020. Uiteindelijk hebben we daar een discussie mee op onze nek gehaald waar we niks mee kunnen. We hebben continu moeten bijstellen en naar beneden moeten bijstellen. Dat heeft alleen maar frustratie in discussie gebracht en heeft geen enkele oplossing gebracht. Dus mijn betoog is nu wel, doe het anders en zorg dat je niet een percentage weer gaat stellen, maar dat je het openlaat en dat je op basis daarvan, samen met je samenleving, op basis van enthousiasme en ambitie, zorgt dat je die stappen gaat maken. Dat klinkt misschien niet duidelijk en concreet, maar ik ben ervan overtuigd dat je dan meer stappen gaat maken. Voorzitter, als ik mag, mag ik dan bij deze ook deze vraag stellen aan de portefeuillehouder die straks aan het woord komt. Ik denk dat het aardig is om hier ook op te reageren van die kant af. Akkoord. Volgens mij is dat ook mijn oproep geweest. Dank u wel, meneer Rodemond. De heer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de heer Bak ook spreken over een rol voor de agrarische sector. Doelt hij daarmee ook op zonnevelden op agrarische grond?
Kijk, meneer Jonkhans, dat vind ik nu het mooie. Ik zeg van laten we met elkaar onderzoeken wat mogelijk is. Daarbij hoort wat mij betreft ook het onderzoeken of zonnevelden mogelijk zijn. Ik sluit daarbij dus niets uit. Maar laten we ook naar die sector op een andere manier kijken. Laten we ook kijken hoe zij CO2 kunnen, de uitstoot kunnen verminderen. Tegelijkertijd energie kunnen opwekken. Maar ook hoe zij in staat kunnen zijn om CO2 in de bodem te binden. Want het werkt meerdere kanten op. En het gaat uiteindelijk om de CO2. En als we daar een oplossing voor weten te vinden en dat naar beneden brengen. Dan kunnen we iets aan onze doelstellingen vanuit Parijs doen. En op een andere manier niet. Akkoord. Geen vragen meer voor u. Dan dank ik u voor de bijdrage. En dan kom ik tenslotte bij de fractie van Op Koers. Nu. En nu wel de heer Kloekhorst aan het woord. Voorzitter. Op Koers nu heeft niet zoveel problemen met de notitie op zich. Op Koers nu heeft grote problemen met de punten 1 en 2 van de besluitvorming. Deze twee drijven ons richting grootschalige windenergieprojecten in onze gemeente. En doen tekort aan de andere mogelijkheden zoals zonne-energie, windenergie, opwekking op zee. Al eerder gezegd, windenergie op zee neemt de grote vlucht en dat is in onze ogen een gemiste kans om niet te onderzoeken in hoeverre de gemeente hierin kan participeren. Wind moet je vangen daar waar het waait. Wat de zonnevelden betreft, die worden weggezet met het schrikbeeld van 80 hectare zonnecollectoren. Maar is dat wel een echt schrikbeeld? We hebben als gemeente nogal wat hectares liggen en het kan ook een alternatief voor een boer in Noord zijn. Een derde overweging van onze fractie is, wat zou het toch jammer zijn als tijdens de conferentie kansrijke, betere initiatieven aan het licht komen en de Raad heeft zich al vastgelegd om windmolen te plaatsen. Voorzitter, wanneer het voorliggende stuk wordt aangenomen, in hoeverre is dit de inleiding tot bijplaatsen van turbines in Dinevoort-Zuid? Voor we over het voorstel gaan stemmen, voorzitter, zouden wij graag weten welke initiatiefnemers, bijvoorbeeld het Raadhuis BV, hun plannen hebben klaarliggen en welke initiatiefnemers die mogelijk formeel of informeel met uw college hebben gesproken. Voorzitter, en als laatste, het is al eerder genoemd vanavond, zouden we graag nog een keer van de portefeuillehouder willen horen hoe hard de eerdere toezegging is dat het in dit geval Zuid bij de voorgenomen planning van 10 windturbines moet blijven. Dan het laatste woord over het draagvlak. Ik heb het onderzocht binnen mijn fractie is weinig draagvlak voor dit voorstel. Dank u wel. De heer Van den Berg. Ja, meneer Ploegas, zou ik u een vraag mogen stellen? Natuurlijk. U geeft aan dat u zonnecollectoren op landbouwgrond akkoord vindt. Heb ik dat goed begrepen? Het hoeft voor mij geen landbouwgrond te zijn, gewoon beschikbare grond. Dus ook landbouw? Ja. Akkoord, andere vragen nog? Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik word enigszins getriggerd door een van uw laatste vragen, die toch wat wantrouwend overkomen naar het college, van welke initiatiefnemers staan er al klaar enzovoort. Terwijl wij hier uitvoerige gesprekken aan het voeren zijn hoe wij het samen aan willen gaan. Wat bedoelt u met die vraag? Ik wil het graag weten. Heeft u dan andere informatie dan wij dat leeft? Of is het gewoon een check? Ik zou het niet durven, maar ik wend me gewoon tot BNB met de vraag. Dus we noemen dat dan factchecken, zeg maar, voor de zekerheid? Niet onmogelijk. Moet dan blijken. Akkoord. Verder geen, ja. De heer Wils heeft nog een vraag voor u. Ja, ik heb toch nog even een vraag. Straks komt er een nieuwe omgevingswet. En daar komt in te staan wat het draagvlak is voor bijvoorbeeld windenergie. Hoe gaat Op Koers daar dan mee om? Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen het grootschalige, tegen de Leidensweg, die de Veenweken heet. Dat hebben wij binnen de fractie gezegd. Dat niet weer. Maar, zoals uw eigen fractie aangaf, in coöperatief verband, vindt u ons aan onze zijde. Akkoord. Prima, dank ook voor de antwoorden die zijn gegeven op de gestelde vragen.
En de opmerking wind moet je vangen daar waar het waait, die is genoteerd. Alle fracties zijn aan het woord geweest. Ligt een motie en een amendement. Motie van de fractie van de ChristenUnie en amendement van de fractie van D66. Ik weet niet of u daar nu nog op wilt reageren. Niet iedereen is daarop ingegaan. Maar dat kan ook in de tweede ronde van de raad. Ik zou de wethouder gelegenheid willen geven om in ieder geval op de bijdrage van de fracties te reageren. Er zijn een paar vragen gesteld, niet heel veel. Maar een paar vragen gesteld en hem ook willen vragen of hij wil ingaan op de motie en het amendement. De heer De Vent. Dank u, voorzitter. Een wijs man of vrouw zei ooit eens, energie zit in mensen en energie begint bij mensen. En zo zie ik dat ook vanavond. Want als wij niets doen, en ook niet aan onze duurzaamheidsopgave, dan gebeurt er dus niks. En Obama zei laatst nog, aan het eind van zijn carrière, van wij zijn de allereerste generatie die klimaatveranderingen ervaart. De allereerste, maar we zijn ook de allerlaatste die er wel waarschijnlijk nog wat aan kunnen doen. En dat zijn uitspraken die je blijven triggeren. U heeft mij in februari op pad gestuurd met een motie. En voor u ligt gewoon de uitwerking van die motie. Die hebben we ook gewoon keihard met elkaar gedeeld. En we hebben sessies vooraf gehad, we hebben deskundigen uitgenodigd om met elkaar de kansrijke mogelijkheden op het terrein van duurzaamheid te verkennen. Wind, zon, biomassa, nieuwe technieken, alles wat zich aandient. En het is nu wel de tijd ervoor om met elkaar ook een stap te gaan maken. Want ik merk om me heen, niet alleen politiek, maar ook bestuurlijk, maar ook bij ondernemers, daar kom ik straks nog op terug, maar ook bij netbeheerders, ik was afgelopen vrijdag bezoek bij Enexis in Zwolle, dat die graag mee willen doen met onze plannen. Maar die zeggen dan ook van, laat ook de politiek en het bestuur zien dat je er echt voor wilt gaan. En de vertegenwoordiger van Enexis zei tegen mij, hoeveel raadsleden heeft u? Ik zeg, nou, ik heb er 31. Dan heeft u ook 31 ambassadeurs. Hoeveel wijken heeft u? Ik zeg 29. Nou, verdeel ze over die wijken. En u hebt een prachtig doel met elkaar om straks die ambitie waar te gaan maken. Dus het veld staat in een goede stand. U staat in een goede stand. Maar dat betekent ook dat we met elkaar dappere besluiten moeten nemen vanavond. En ik heb u verteld dat wij op korte termijn bij u terugkomen. Dat we een afwegingskader met u gaan vaststellen de komende maanden. Dat hebben we ook met u gedeeld. Waarin we terugkomen ook op al die onderwerpen als draagvlak, eigenaarschap, financiële participatie. Dat heb ik met u gedeeld en dat staat ook in de tekst van het besluit. En ik betrek uw raad er ook nadrukkelijk bij als het gaat zeg maar, om het verkennen van kansrijke initiatieven. Want in het voorstel staat ook dat we samen met u zo'n conferentie willen gaan organiseren. Om ook die samenleving daarbij te betrekken. Dat staat letterlijk in deze besluittekst. Dus het gaat ook gebeuren. Kortom, voorzitter, ik ben enthousiast over de kansen die er liggen. Ook enthousiast over wat ik vanavond hoor. Met wel nodige kanttekeningen, daar ga ik zo op in. Maar volgens mij is nu het wel moment daar om ook die stap te gaan maken. En terecht dat de heer Jonkans, ik ga even in de volgorde van de sprekers op af, verwees naar Bosle, waar gisteren inderdaad in het nieuws wat tweede windpark, lage prijs en met veel minder subsidie. Want dat is vaak een heel vaak gehoorde opmerking van ja, het kan alleen met subsidies bestaan. Ik denk dat hier een mooi voorbeeld is dat het ook anders kan. En die kwartier maken waar u op doelt, die willen we ook echt aan de slag gaan zetten met het verkennen en verbinden van die kansrijke initiatieven. Dat wordt ook echt de opdracht voor de persoon in kwestie. Meneer Van der Valk, ik heb u gehoord, u heeft ook vorige keer nadrukkelijk aangegeven, het afwegingskader, ik heb het net benoemd, dat we daarop terugkomen, dat voor u ook het draagvlak daar essentieel in is. En u heeft ook vorige keer volgens mij verteld dat u graag wilt dat we de verbinding zoeken met grensoverschrijdende mogelijkheden, bijvoorbeeld op zee. Nou, ik heb ook toegezegd volgens mij, in het licht van wat ook gisteren tot ontwikkeling is gekomen, dat we dat zeker zullen doen. Of dat voldoende is, dat kun je nooit op dit moment vertellen. Maar we sluiten dat niet uit. En uw opmerking van slimme verbinding in het netwerk, ik denk dat dat een mooie is. Want ik merk ook in de gesprekken met netbeheerders dat ze zeggen, we hebben een infrastructuur met elkaar hier liggen. Ja, voor eventueel groen gas. Dus er ligt het nodige. Gebruik onze kennis en know-how om ook die verbindingen te gaan maken. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen die nu ook in Twente zich voordoen. Met een groen gasverbinding. Rondom Vleringen. Dus die netbeheerders, die willen we ook benutten voor die know-how en deskundigheid om dat met elkaar te gaan organiseren.
Slimme verbindingen, slimme meters, hè? U kent het wel. Meneer Oording, nieuwe technologieën... Voorzitter, misschien mag ik nog één korte vraag erbij stellen. Dat heb ik zo net niet aangegeven in mijn verhaal, maar ook slimme opslag van energie zou ik graag meegenomen willen. Als ik op dit moment naar de deskundigen luister uit het veld, die zicht hebben zeg maar, op het brede veld van duurzaamheid, daar wordt ook nadrukkelijk in die drietrapsraket gesproken. Opwekking, opslag en gebruik, daar gaat het met name om. En daar zul je ook met elkaar die slimme verbindingen moeten gaan organiseren. Dus maak ook gebruik van dat wat er al op dit moment is. En dat geldt ook voor nieuwe technologie, waar meneer Oording op duidde, en ook participatie buiten de grenzen. Als het gaat om de Veenweekenden, daar heb ik volgens mij de vorige keer u al een reactie op gegeven. Ik heb ook gezegd, we gaan nu die verkenning met elkaar in. We gaan die kansen verkennen, daar hebben we straks ook de conferentie voor. We gaan samen met die kwartiermaker aan de slag en dan gaan we alle mogelijkheden op een rij zetten. En ik sluit niet op voorhand een locatie uit, dat is wat ik zeg. Dat blijf ik ook zeggen. En hoe hard of keihard die uitspraak is geweest, dat weet ik niet op dit moment. Maar ik vind als je met elkaar een ambitie ontwikkelt, die u mij heeft meegegeven, hè, ook in die motie, dan moeten we op voorhand niks uitsluiten. Voorzitter, mag ik daar nog een vraag over stellen? Ja. Of misschien eerder een opmerking over mij. Het is niet voor niks dat ik hier nog eens op hamer, omdat in de bijdrage van destijds in februari 2013, wij met die doelstellingen die zeg maar de Veenweekend heeft gerealiseerd voor Dinsvaart Zuid, die 5 windmolens, de doelstellingen daarmee zijn gehaald. Maximum 5. En ik begrijp best wel dat het niet uitgesloten kan worden, maar de motie die zegt eerder van vooralsnog of niet direct naar Dinsvaart Zuid te kijken. En dus op het moment dat alle opties zijn overwogen en het verder geen mogelijkheden biedt, dan snappen we dat. Maar niet vooralsnog direct ook Dinsvaart Zuid mee te nemen. De heer Gelling, de aanvulling. Ja, voorzitter, mag ik dan toch eens een vraag stellen aan meneer Oording? Want ik hoor de fractie van de ChristenUnie een aantal keren een verduidelijking vragen als het gaat om veel. Als het gaat om draagvlak, dan moet daar een percentage aan toegekend worden. En vervolgens komen ze zelf met een motie waarin dingen staan als vooralsnog en voorlopig. Als u dan een percentage zou willen geven naar de bewoners van Dinsvaart Zuid ter zake u, en ik hoor u zeggen, u wilt graag een betrouwbaar bestuurder zijn, in hoeverre kunnen ze vertrouwen, geeft u eens een percentage, dat u uw voet bij stuk houdt en dat er geen windmolens komen in Dinsvaart Zuid? Het is niet zo dat we daar garanties op af kunnen geven, maar het is wat ons betreft nee tenzij. Dus eerst andere gebieden overwegen, andere mogelijkheden onderzoeken, dan alleen direct ook Dinsvaart Zuid. Dat was dan de strekking van zo'n motie, hè? Want u vraagt voortdurend om duidelijkheid. Hè? U wilt cijfers hebben ter zake van wat is veel, wat is draagvlak. Wat is nou, als u de daad bij het woord voelt, wat is nou de garantie die u geeft dat er in Dinsvaart Zuid geen windmolens komen? En wat is anders de waarde van deze motie? Hè? Dat is geen 100% garantie. Het is meer een gebaar dat we zeggen van dat Dinsvaart Zuid met de inpassing en plaatsing van 5 windmolens al aan zijn doelstelling in eerste instantie heeft voldaan. Maar u loopt niet weg voor uw verantwoordelijkheid, dus mocht er een plan komen dat in Dinsvaart Zuid 10 windmolens komen, dan hebben ze niets aan uw motie. Ja. Dat klopt. Dan zal er uiteindelijk zal dat moeten gebeuren. Dank u wel. Ik ga terug naar de wethouder. Voorzitter, mag ik meneer Oording nog even een vraag stellen? De heer Van den Berg, ja, in de richting van Oording. Meneer Oording, bij mij bekruipt eigenlijk het gevoel dat die motie tot stand is gekomen naar aanleiding van de mails die wij de afgelopen weekend hebben ontvangen. Is die indruk juist? Nee, die indruk is niet juist. Ik heb niet voor niks gerefereerd naar uitspraken die we eerder gedaan hebben door Klaas Mulder in 5 februari 2013, waarin we al meerdere keren gehamerd hebben op het feit dat in onze beleving Dinsvaart Zuid aan de bijdrage heeft voldaan. En expliciet verwijs ik daarnaar. En ik zou u ook willen adviseren om dat nog maar eens terug te luisteren, want daarin staat het onderom. Akkoord, ik stel voor dat we teruggaan naar de bijdrage van de wethouder. Dank u, voorzitter. Maar volgens mij ben ik helder geweest in mijn opmerkingen. Althans, mijn zienswijze op uw opmerking. En die heb ik de vorige keer volgens mij ook nadrukkelijk verwoord. Meneer Rodeman, transportvervoer. Ik heb ook de vorige keer nadrukkelijk verteld dat als het gaat om duurzaamheid, dat het om een brede afwegingskader gaat. Wat u volgens mij in uw amendement of motie zometeen ook heeft benoemd. Dat is helder. In het nieuwe programma Energie Overijssel, ik weet nu of u
inmiddels kent. Er is inmiddels een nieuw programma Energie Overijssel van de provincie. Die in samenwerking met VNO, NCW, met Natuur en Milieu, maar bijvoorbeeld ook met het bio-energiecluster is gemaakt. En daarin zijn ook heldere doelstellingen geformuleerd op dat hele brede terrein. Morgen is daar een bijeenkomst van in Zwolle. En dan wordt ook aan ons gevraagd wat onze bijdrage is, zeg maar, in die grote ambitie. En dan gaat het over heel veel velden. Maar ik wil ervoor pleiten om nu wel hele scherpe keuzes te maken ten aanzien van de dingen die we nu moeten gaan doen. Want als je het hebt over vervoer, dan heb je ook heel veel andere partijen nodig om dat nu te realiseren. Want als je kijkt nu wat er in Eindhoven gebeurt, dan gaan deze maand de eerste 43 elektrische bussen rijden. Volledig nieuw project, fantastisch om te zien. Maar daarvoor heb je ook wel die partijen nodig om dat te realiseren. Het is een mooie ambitie, maar laten we vooral pakken wat we hier kunnen pakken en wat tastbaar en beïnvloedbaar is. Dat is wat ik wil zeggen. Voorzitter, als ik even mag reageren daarop. U onderstreept eigenlijk gewoon de intentie van mijn amendement. Want inderdaad, laten we gewoon pakken wat we kunnen pakken. Maar laten we daarbij niet de ambities uit de weg gaan. U vraagt zojuist, zo'n beetje uw eerste zin, u vraagt om een dapper besluit. Laten we dat dapper besluit dan ook nemen en niet gelijk voor alles uitsluiten daarin. En laten we ook gewoon die andere beleidsvelden pakken. Ik wil graag ook refereren aan discussies die we hebben gehad rondom de totstandkoming van Marslander 2. Heb ik ook in de oriënterende ronde al aangehaald. Toen hebben we al gepleit om duurzaam daar te gaan bouwen. Daarvan zegt ons gemeentebestuur op dat moment, dat kunnen we niet afdwingen. Mogelijk is dat zo, maar als we op die manier blijven redeneren, dan komen we er niet wat mij betreft. En ik heb zoiets van, ja, laten we gewoon daar wel een streep op zetten. Van, daar willen we naartoe met z'n allen. En laten we die kansen ook benoemen, zodat we die in de toekomst kunnen pakken. En dat hoeft allemaal niet morgen wat mij betreft. Dat heb ik ook niet gezegd. Ik wil alleen die bredere blik, omdat dit gaat over ambities rondom duurzaamheid en niet ambities rondom windmolenenergie. Voorzitter, die brede blik die is er ook. Laat het ook helder zijn bij ons. Dat zegt nou niks over mijn visie op uw amendement. Daar kom ik zo nog op terug. Voorzitter, mag ik nog een vraag stellen aan de heer Rodemond? Want ik ben echt heel erg nieuwsgierig waarom u nu aan de voorkant alles zo dicht wilt timmeren en waarom u wat meer ruimte wilt geven om het proces zijn gang te laten gaan. Voorzitter. Ik wil in zoverre de boel dicht timmeren dat ik in ieder geval streef, en dat voel ik echt als een verplichting, en dat mag dan wat zweverig klinken, maar ik voel het echt als een verplichting naar toekomstige generaties, dat we gaan streven naar volledige duurzaamheid, omdat we anders de boel dicht timmeren aan de andere kant, door te zeggen wij accepteren dus ook een percentage fossiele energie nog steeds in ons leven. En eerlijk gezegd wil ik daar van af. En dat timmer ik dicht, en voor de rest laat ik het hele proces open. En verken ik juist alle mogelijkheden. Ik hou hem zo Ik denk mogelijk dat we hetzelfde doen hebben, meneer Rodemond. Maar ik vind nog steeds dat u de boel heel erg probeert dicht te timmeren aan de voorkant. En volgens mij moeten we dat absoluut niet doen. Dus ik zeg hetzelfde dan u. We hebben een verantwoordelijkheid met elkaar, maar laten we het nu op een andere manier aanvliegen. Kort, dank. Voorzitter, mag ik meneer Rodemond toch nog tussendoor nog een vraag stellen? Mevrouw Van Hoek. Als we die ambities op deze wijze zouden vastleggen, bent u dan ook bereid om de verantwoordelijkheid te nemen op het moment dat we die niet gaan halen, vanwege draagvlak op de discussie binnen de raad, om het dan, zoals meneer Van der Valk zegt, toch door de strot te duwen, ongeacht welke vorm van schone energie? Neemt u die verantwoordelijkheid als fractie dan? Ik heb niet het idee dat ik uw vraag helemaal goed begrijp, maar even proberen. U vraagt aan mij, ben ik bereid dat als er niet voldoende draagvlak is, of ik toch die verantwoordelijkheid wil nemen om duurzame energie? Ja, dat wil ik. Dat voel ik zelfs als een verplichting naar mezelf toe. Hoe zit het dan met die verplichting naar omwonenden die daarmee moeten dealen dan? En kunnen we het niet beter stapsgewijs doen? De stip aan de horizon wil niet per definitie zeggen dat we het dan ook gaan halen. Dus u zegt nu dat wij willen een hogere ambitie neerzetten met deze percentages. En koste wat kost, ongeacht, wij willen hem doordrukken. Dat is wat u nu zegt. En u neemt volledige verantwoordelijkheid als de rest van de gemeente het misschien niet zo graag wel. Rodemans. Ja, dat is correct. Ja. Akkoord. Voorzitter. De heer Van der Vallen. Ik wil nog even reageren op een opmerking van mevrouw Van der Hoek. Die had het, die noemde mijn naam en die zei, de heer Van der Valk zei, door de strot te duwen. Ik wil niemand iets door de strot duwen. Ik zoek juist draagvlak.
Correctie, voorzitter. Meneer Van der Valk gaf vorige keer een oriënterend dat we dat juist niet willen. En op die manier gebruik ik hem positief. Waarvoor dank. Heer De Vent, motie en amendement. Ja, ik maak dan even heel kort het rondje af. Ik was bijna aan het eind van de eerste ronde. Mevrouw Van der Hoek, u gaf nadrukkelijk aan als feit ook de raad er zelf aan zet. Daar heb ik volgens mij net al iets nadrukkelijks over gezegd. Heer Bak, nieuwe technologieën, economie, u heeft daar vorige keer ook nadrukkelijk op geduid. En het proces, ja, dat is wat voor ons staat. We gaan nu het proces pas in met elkaar. Het gaat nu om de wat-vraag en hoe we dat gaan doen. Dat komt nu en daar bent u zelf bij. Dus laten we het ook allemaal niet ingewikkelder maken dan het is. Veel vragen kunnen we ook niet beantwoorden nog op dit moment. Maar laten we een hele goede analyse, verkenning doen van de mogelijkheden. En niks nogmaals op voorhand uitsluiten. Dat is wat ik aan u vraag. En daar bent u zelf bij betrokken. Ook bij het vaststellen van het afwegingskader. Dat is wat ik zeg. Dat is volgens mij ook precies wat ik heb aangegeven, meneer De Vent. Precies. Ja, meneer Kloekhorst. Ik ken uw opmerkingen ook uit eerdere sessies rondom... Uw zorgen rondom grootschalige windenergie. Nou, we hebben ook volgens mij in de sessies hier naartoe gezegd, wind moet, zonder wind gaan we onze doelstellingen niet halen. De vraag is alleen hoe je dat gaat organiseren, wind. En de conferentie, waar u ook al verwijst, die moet ons straks ook helpen, zeg maar, in het verder uitwerken van die mogelijkheden. En als u denkt, want ik merk ook bij velen van u, is er twijfel rondom draagvlak. Nou, er kloppen op dit moment regelmatig ondernemers bij ons aan de deur. Die iets willen met zon, maar ook iets met wind. Ik zeg maar zo, precies zoals het is. Alleen die hebben wel gezegd, ja, we zijn wel in afwachting van het politiek-bestuurlijke besluit om ook straks onze kansen waar te kunnen gaan maken. Dus er vinden, in die zin, op uw vraag, wel eens gesprekken plaats, oriënterende gesprekken over mogelijkheden die er zijn in deze gemeente. En dan maak ik me nog niet zo heel erg veel zorgen over dat we geen meter zouden kunnen gaan maken. Dat denk ik niet. Dus ik zeg dan tegen u, geef het de kans. En laten we na vanavond, als we het besluit nemen, ook deze kansen verder uitwerken. En die komen ook bij u terug. Maar begrijpt u mijn probleem? Ik kreeg hier niet de garantie dat we niet dezelfde kant op gaan dan de Veemieken. Ja, maar daar heb ik al iets over gezegd, volgens mij. Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen? Mevrouw Van der Hoek. U geeft aan over ondernemers, een draagvlak. Ik kan me voorstellen dat als je hier naar luistert als bewoner... Dat je denkt, hoezo ondernemers een draagvlak tellen wij dan niet mee? Volgens mij bedoelt u dat niet zo expliciet. Kunt u daar nog nader op ingaan? Ik bedoel ondernemers en inwoners, laat het helder zijn. Want inwoners zijn soms ook grondeigenaar. Ik ga naar de motie-amendement. Allereerst het amendement van D66. Hier loop ik even in die drie stappen langs. Ik zou de eerste punt, ik zou me willen ontraden, laat ik dat heel helder zijn, het amendement. Allereerst om het eerste punt, omdat we nadrukkelijk daar hebben gezegd in onze eerste besluit, van dat we ook wind daarin absoluut willen verkennen. Dat hebben we ook met u gedeeld. En hier wordt hij weer beperkt, vind ik, en wordt dat eruit gehaald. En het doet geen recht, volgens mij, aan de uitgangspunten die we met elkaar hebben vastgesteld. Het derde punt... Je kunt elke ambitie zo hoog mogelijk maken als je wilt. Ik denk als ik kijk naar de ambities van provincie, als ik kijk naar nieuwe energie, Overijssel, het landelijk energieakkoord, en ik zie wat er hier voor kansen liggen, nou, dan vind ik dat we met de kennis van nu, zeg ik dan maar even, realistische ambitie hebben, waar we heel hard aan moeten gaan werken. Want dat hebben we niet van vandaag op morgen geregeld. Dus dat neem ik helemaal niet lichtvaardig op. Daar moeten we echt hard voor aan de bak om dat te regelen. Dus ik vind het realistisch en ik zou ervoor willen waken om dat anders te willen doen. En om nog een veel hogere ambitie vast te willen stellen. Wij gaan aan de slag met de uitwerking van die plannen. En over een jaar kom ik ook bij u terug, zoals we afgesproken hebben, om u jaarlijks te informeren waar we staan. En ik denk dat we volgend jaar, eind volgend jaar, meer in staat zijn om te kijken naar de lange termijn perspectief dan nu. Maar nu staan we hier voor de avond van de kansenverkenning. Uw tweede punt in het amendement, die heeft me wel getriggerd. Want u zegt van, als je nou duurzaamheid ook vertaalt naar andere beleidsvelden toe, wonen, werken, ruimtelijke ordening. Ik wil hem niet als deze tekst in het besluit terugzien, maar we hebben wel gezegd, ook in het college, we vinden duurzaamheid zo'n belangrijk thema dat we dat ook als paragraaf opnemen in onze college- en raadsvoorstellen.
Dus daar komt u ook in die verschillende beleidsvoorstellen terug. Dus we hebben wel iets gedaan met uw opmerking, maar ik wil hem niet heel expliciet in deze besluitvorming, want die gaat veel verder dan alleen bij college raad voorstellen. Dus in algemene zin ontraad ik het amendement. Ja, mag ik dan even vragen, want ik begrijp eigenlijk, zegt de wethouder, van ik neem dat over, maar ik wil hem er niet in hebben. Dat vind ik dat toch een beetje zonderling. Kunt u ook aangeven waarom u dat dan er niet in wil hebben? De heer Rodemond, wellicht in één keer. Zelfde vraag. Oké. Okay. Nee, we hebben gemerkt, de oproep die wij lezen uit dit tekstvoorstel is dat je dit automatisch verwerkt, ook in andere beleidsvelden. Nou, wij proberen duurzaamheid ook expliciet nu in al die beleidsvelden rondom ruimtelijke ordening en woningen een plek te geven. Maar ik vind het belangrijk dat we dat ook verwerken in onze voorstellen, zowel naar het college als naar de raad toe. Maar in deze ambitie vind ik hem te zwaar wegen, want het lijkt wel alsof we helemaal niks doen en nog vanaf nul beginnen. Ik vind uw oproep een soort alert, noem ik hem maar, om hem mee te nemen in de brede beleidsdoelstellingen vind ik goed. Maar hij is mij te zwaar voor dit amendement. Akkoord. Voorzitter. Meneer Rodemond. Kan ik hem dan wel als toezegging zien dat u punt 2 daadwerkelijk in de nabije toekomst mee gaat nemen in al die andere beleidsvelden, zodat we die herkenbaar terugzien bij allerlei voorstellen waar mogelijk? In die voorstellen, dat heb ik gezegd. Voorzitter. Ik heb volgens mij over de motie van ChristenUnie al een uitspraak gedaan en daar wil ik hem graag aan houden. Akkoord, daarmee zijn de vragen beantwoord en is er ingegaan op de motie en het amendement. Ik vraag of er behoefte is aan een tweede ronde vanuit de raad. Of zegt u van behoefte aan een schorsing op dit moment? Voorzitter, ik heb in ieder geval wel behoefte aan een schorsing op de motie en het amendement. Oké. Okay. Ja, en ik merk ook dat bij het thema duurzaamheid de energie een beetje aan het wegzakken is. Dus ik denk dat het goed is om even met elkaar kort te gaan pauzeren. Heeft u aan 10 minuten voldoende? 10 minuten is voldoende. De vergadering is geschorst voor 10 minuten. We gaan, nee precies. Dames en heren, ik heropen deze vergadering. De raadsvergadering van dinsdag 13 december. De vergadering is geopend. Dank. En aan de orde is. We zijn bij agenda punt 7, duurzame energieproductie. Keuze voor de korte en de lange termijn. Er ligt een motie en een amendement. Het college heeft een antwoord gegeven. En ik kijk in de richting, ik zou willen beginnen met de tweede ronde. En voorafgaand willen vragen aan de indieners van de motie en het amendement. Of zij voorafgaand aan de tweede ronde door deze raad het amendement en de motie in stand te houden. Kijk allereerst even naar de heer Odink. Dank u wel, voorzitter. We hebben overleg gehad en wij zijn nog steeds van mening dat we de motie moeten indienen. En dat we dat zeg maar, op basis van eerder gedane uitspraken verplicht zijn naar Deerdervat Zuid. Om die in eerste instantie te ontzien. Akkoord, dat is helder, dat is duidelijk. Dan kijk ik naar de fractie van D66. Voorzitter, dank u wel. Ik heb zojuist in de beantwoording van de portefeuillehouder een toezegging gekregen op het tweede punt van het amendement. En dat is wat ons betreft meer dan voldoende voor nu. En daarom trekken wij ons amendement in. Akkoord, daarmee is amendement nummer 2 van tafel. En de wethouder neemt het mee in zijn voorstel. Motie 1 van de ChristenUnie blijft onderdeel uitmaken van de beraadslaging. De tweede termijn. Wie mag ik het woord geven in de tweede termijn? De heer Van der Valk. Anderen nog? De heer Bak. En dat was het. De heer Van der Valk. Ja, voorzitter, ik wil nog even reageren op de motie van de ChristenUnie. Voor alle duidelijkheid. Wij als CDA-fractie gaan er niet in mee. Wij hebben in het verleden, toen de discussie over de Veenweekend speelde, hebben wij aangegeven van Overijssel had toen een doelstelling van, ik dacht, 85 megawatt. Op het moment dat dit plan er is,
hebben wij als gemeente Hardenberg ook aan die doelstelling tegemoet gekomen. Nu schuiven de panelen weer. We hebben ambities, we willen wat meer. En wij zeggen van ja, windenergie, akkoord. Maar er moet gewoon draagvlak zijn. En dat geldt voor de hele gemeente Hardenberg, inclusief Wedenswaard Zuid. Akkoord, duidelijk. De heer Bak. En dank u wel, voorzitter. Ik wil graag nog even reageren op de motie van de heer Oding. We hebben absoluut als CVD sympathie voor zijn motie. Wij delen zijn zorg over ook alle reacties die nu loskomen vanuit Wedenswaard Zuid. En wij zijn ook blij met de opmerking van de wethouder. Die zegt van laten we eerst onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En mijn verhaal is ook heel helder geweest vanavond. Volgens mij laten we van onderop met elkaar onderzoeken wat mogelijk is. En daarmee sluiten we richting toekomst niks uit. Maar wij vinden het proces op dit moment belangrijker dan nu op voorhand dingen te gaan uitsluiten. Daarbij zeggen we niet dat we niet zorgen hebben over de positie van Wedenswaard Zuid. En draagvlak is voor ons cruciaal. Dank u wel. Akkoord, dank. Anderen nog? Tweede ronde, anders zou ik voorstellen mevrouw Van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, ik heb straks een korte stemverklaring als het gaat over de motie. Anderen zijn er voorgegaan. Onze fractie kan de motie niet ondersteunen omdat we de garantstelling dat dan ook uiteindelijk definitief wordt ontzien en hier niet uit voortkomt. Het opschorten van het meedoen in het geheel vinden wij dan onvoldoende eerlijk. Is een soort holle frase wat dat betreft. Sorry. Akkoord, dank. Als er geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan wou ik deze termijn afronden en overgaan tot de stemming. We gaan eerst over het voorstel stemmen en dan wordt de motie behandeld. En mijn vraag aan u is, kunt u instemmen met het voorstel wat thans voor ligt? Duurzame energieproducties, kunst voor de korte en lange termijn. Alle fracties gehoord hebben, daar ga ik ervan uit dat u daarmee kunt instemmen. Dat is het geval. Alle nee, fracties. Voorzitter. Echt met excuus. Op koers is tegen. Op koers van nu is tegen aanneming van dit voorstel. En de andere fracties zijn voor. En daarmee is het voorstel aangenomen. Dan breng ik de motie in stemming. Motie nummer 1, ingediend door de fractie van de ChristenUnie. Het gaat over het gebied Wedenswaard Zuid, om dat te ontzien vooralsnog. Wie is voor aanneming van deze motie? De fractie van de ChristenUnie in ieder geval. En de fractie van D66. En de fractie van de Partij van de Arbeid. En daarmee is het voorstel bij mijn telling verworpen. Met hoeveel stemmen voor en hoeveel stemmen tegen. Dat we dat nog even voor de geschiedenis ook vastleggen. 12 voor en 16 tegen. Voorstel is van tafel. Akkoord. Brengt ons bij het volgende agendapunt. Agendapunt nummer 8. Stadnota sociaal ondernemen. En wie mag ik daarover het woord geven? CDA. Ook anderen nog? Anderen. Stadnota sociaal ondernemen. Dan geef ik het woord allereerst aan de heer Dogger, CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat lijkt wel op te gaan voor het sociaal ondernemen. Immers, de koersnota, ambtelijk opgesteld en ter discussie gesteld en consultatie voorgelegd aan het veld, kende een traject volgens het boekje. Maar was dit nu transformatie? Sociaal ondernemen zou toch anders zijn? Dat ging toch om ruimte geven aan de inwoners, om hun omgeving en hun leven te verbeteren? We willen toch de eigen kracht van de samenleving de ruimte geven? Dan moeten we niet het traditionele spoorboekje volgen. Niet een koers uitzetten voor de samenleving. Niet een koersnota in het gemeentehuis opstellen, maar gezamenlijk ontwikkelen. Niet meer aanbodgestuurd denken vanuit systemen van financiering en verantwoording. Nee, geef onze samenleving, onze maatschappelijke organisaties de ruimte om te focussen op de vragen uit die samenleving. Beter dus ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dat is wat er is gebeurd. Dat geeft een nieuwe zoektocht. Dat geeft andere rollen. Wij gaan loslaten
in vertrouwen, maar blijven een betrokken overheid. In dat traject zullen fouten gemaakt worden, mogen fouten gemaakt worden. Dat traject geeft risico's, maar die durven we aan met onze maatschappelijke partners, onze inwoners, onze burgers en onze participatieraad. Allen gaan daar op weg in die nieuwe zoektocht. In de koersnota wordt er nog te maken omslag mooi verwoord. Politici en bestuurders moeten leren loslaten, durven zeggen dat de overheid niet over alles gaat. Over alles gaat. Een eerste stap willen we al zetten met het indienen van een amendement voor de uitvoering van het Fonds Maatschappelijke Initiatieven. Een fonds beschikbaar voor lokale initiatieven om de samenleving te versterken. Voor 2017 is 50.000 euro beschikbaar. Initiatieven kunnen op een maximale bijdrage rekenen van 5.000 euro. En als de pot dan ergens in 2017 leeg is, wat ik hoop, dan kunnen we als raad laten zien dat we door willen gaan op deze nieuw ingeslagen weg van loslaten en vertrouwen. Dank u wel. Dank de fractie van de ChristenUnie, meneer Van der Gram. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat we hem allemaal wel kennen. De klassieker van Willem Elschot uit het gedicht Het Huwelijk en verkozen tot de mooiste onvergankelijke zin uit de Nederlandse literatuur. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Hoe vaak hebben onze inwoners dat soms al niet verzucht? Heb ik een keer een goed idee of een plan, maar ja, die regels en die procedures. Of zoals de startnota het aangeeft, de systeemwereld. De tegenstelling met ruimte geven, loslaten met vertrouwen, het benutten van de energie en het potentieel van onze samenleving kan niet groter zijn. Maar juist dat laatste is wel hetgeen deze startnota sociaal ondernemen beoogt. En deze opzet, voorzitter, onderschrijft de fractie van de ChristenUnie ten volle. En ziet dit als een volgende stap in de transformatie van het sociaal domein. Wij willen het college echter wel meegeven dat het niet bij de vele mooie woorden uit de startnota moet blijven. Het moet ook in de praktijk worden waargemaakt. Naast woorden ook daden. Waarbij wij u erop willen wijzen om hierbij oog te blijven houden voor de kwetsbaren in onze samenleving. Tot slot wil ik ingaan op het onderdeel maatschappelijke initiatieven uit deze nota. De fractie van de ChristenUnie heeft dit jaar het initiatief genomen tot de instelling van een fonds hiervoor. En met raadsbrede ondersteuning is er voor 2017 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar. Wij vinden het belangrijk dat er al vanaf 1 januari met dit fonds kan worden begonnen. Met als doel het versterken van de zelfredzaamheid en de sociale kwaliteit van de samenleving. Als aanvulling op beslispunt 1 van het raadsvoorstel hebben wij daartoe een amendement voorbereid dat mede wordt ingediend door de fracties van CDA, VVD, D66 en GroenLinks en waarvan het dictum luidt: na beslispunt 1 toe te voegen punt 2. Vooruitlopend op nadere invulling met ingang van 1 januari 2017 te starten met het Fonds Maatschappelijke Initiatieven, met inachtneming van de volgende kaders. Versterking van de maatschappelijke kwaliteit van een stad, dorp, wijk of buurt staat centraal. Het moet gaan om een lokaal initiatief van inwoners, groepen, organisaties of verenigingen zonder commercieel oogmerk. Er is aantoonbaar draagvlak vanuit de samenleving voor het plan of initiatief. Er is een omschrijving van het plan en het te behalen sociaal doel. De bijdrage van maximaal 5.000 euro per aanvraag is eenmalig en bedoeld voor ontwikkeling en realisatie, niet voor exploitatie, en het kan ook als cofinanciering worden ingezet. En dit fonds actief te communiceren, na 1 jaar te evalueren en de raad hierbij te betrekken. Akkoord, amendement nummer 1 gaat deel uitmaken van de raadsleiding. Tot slot, voorzitter, wij zien de verdere uitwerking en processtappen begin 2017 met belangstelling tegemoet. Dank u voor uw aandacht. Dank. Geen vragen op dit moment? Nee. Dan wil ik het woord geven, laatste in de rij, mevrouw Van Hoek,
Dank u wel, voorzitter. Dit is een prachtige startnotitie waarin hele mooie initiatieven worden beschreven. Het geeft ook iets weer over waar wij, en dan kom ik weer opnieuw staan als raad en hoe gaan we ermee om. Het initiatieffonds is een hele mooie aanzet, maar wel een hele kleine. Want goede initiatieven doen het niet alleen goed omdat wij gaan loslaten. Goede initiatieven hebben borging nodig. En hebben de stap vervolgens nodig op de participatieladder om niet slechts een burgerinitiatief of vanuit de samenleving te komen, maar om mee te mogen doen in de Right to Challenge. Oftewel, wij kunnen het misschien beter. Als dat aantoonbaar bewezen wordt, kunnen we ze niet het bos insturen en zeggen, weet u, hartstikke mooi, maar geld is wel een beetje lastig. U redt het vast wel zelf, haal het maar bij elkaar. En het is heel leuk dat u dat redt. Blijf vooral in die energie, maar zoek het lekker uit. Want u gaat het voor ons oplossen. Echt sociaal ondernemen, echt samen bezig zijn, betekent dat als er plannen komen die werkelijk ertoe doen en door de samenleving worden gevraagd, dat wij als overheid moeten zeggen, oké, hoe ver kunnen we gaan in dat het vrijwillig is? En wanneer raakt het professioneel vlak? En op het moment dat maatschappelijke organisaties die vanuit ons subsidiegeld of op een andere manier worden gefinancierd, dit project oppakken en zeggen, dit heeft werkelijk nut in onze samenleving, dan moeten wij de middelen daarvoor beschikbaar gaan stellen. Want de participatieladder gaat niet alleen over loslaten, maar durven te kiezen op welke ladder spot je gaat staan als bestuur. Het is niet, we laten het los. Het is, waar gaan wij wel en niet sturen? En waar vinden we het belangrijk om die borging te geven aan het initiatief? En waar staan wij? Aan de zijlijn? Staan we in de regie? Geven we het geld? En hoe borgen we dat met de ketenpartners? Dat zou onze primaire taak moeten zijn als we begrijpen met elkaar wat dat dan voor ons betekent als raad. De vraag van meneer Reiling vorige keer. Hoe staan wij daarin als raad? Begrip van participatieladder is wel heel erg belangrijk. Niet alles is loslaten. En ik vraag me oprecht af, deze startnotitie, of we dat ook moeten zien als een start, zodat wij daarover na gaan denken, of gooi je terug naar het college en zeg, lost u het maar op. En tegen de burger, we laten het los. Maar we gaan u niet helpen met middelen en borging. Dat zou een kwalijke zaak zijn. Ik hoop dat ik hierin wat antwoord van de wethouder ook krijg. Want gaat u ook de middelen er tegenover zetten wanneer het werkelijk een goed plan is? Voorzitter, mag ik mevrouw Van den Hoek een vraag stellen? Ja, toch. U hebt nodige vragen over of wij met deze besluitvorming niet te veel tegen de burger zeggen van zoek het zelf maar uit. Taal het misschien even met eigen woorden. U hebt de nodige zorgen dat dat misschien zou kunnen plaatsvinden. Maar waar haalt u die zorgen vandaan als u het stuk hebt gelezen? Want juist, ik heb dat juist niet gelezen. Het staat heel nadrukkelijk in. We gaan het samen oppakken, samen met de maatschappelijke organisatie, samen met onze inwoners. En er is met geen woord gerept als er met een goed plan gekomen wordt van zoekt u het nou nu zelf verder maar uit. Meneer Dochert, er staat ook nergens dat als er een goed plan is, gaan we het financieel ondersteunen. We hebben het over loslaten. En het enige wat ik aangeef, is dat goede ideeën andere borging nodig hebben. En vorige keer in een oriënterende ronde heeft ook meneer De Vent gezegd, als er een goed idee is, moeten we loslaten. Nergens in het stuk staat dat er ook een financiële onderbouwing, ondersteuning zou gegeven moeten worden. Die mis ik wel. Als iets goed is, moeten we daar ook een kaderstelling in kunnen bereiken met elkaar. Voorzitter. Er staat heel nadrukkelijk in het stuk dat de huidige budgetten voor welzijn, dat er geen euro op gekort wordt, maar die zullen anders ingezet worden. Dus wat dat betreft, geldmiddelen blijven beschikbaar, ook voor goede initiatieven. Meneer Dogger, het geld wat in welzijn zit aan subsidiegeld, dat is nog steeds binnen het systeem. En als je het over sociaal ondernemen hebt, heb je buiten dat systeem ideeën die gefundeerd moeten gaan worden en geborgd. Dat staat niet in dit stuk. Juist, en daarom willen we van die systemen af. Voorzitter, dat zou dan betekenen dat er verschuiving zou plaatsen van de professional naar initiatieven door het potje van het geld van het een naar het ander te doen. Volgens mij gaat sociaal ondernemen over een keten waarin je met elkaar gaat samenwerken. Burger, overheid en maatschappelijke organisaties. Dat zou wel eens heel wat anders kunnen vragen van ons dan alleen schuiven van potjes. Akkoord. Dank voor uw bijdrage van de zijde van GroenLinks. Het voorstel ligt voor. Er ligt een amendement. Ik denk dat het toch goed is om even naar de wethouder te gaan en
oordeel te vragen over het amendement. En in te gaan op een enkele vraag die er inderdaad op ligt. Dank u, voorzitter. Ik denk dat de heer Dogge van de CDA het kernachtig heeft verwoord. Dat had ik vorige keer ook toegelicht. Dat we heel ambitieus destijds zijn gestart met een koersnota. Toen heb ik ook de vorige keer in de eerste ronde gezegd, ja, als je aan het koersen bent, wil ik een ruimte geven dan nog aan de partijen met wie je het samen wilt gaan doen. Dus inderdaad, we zijn misschien wat een half gekeerd. Maar er zat er nog dan ten gehele gedwaald, dat ben ik met u eens. En dat komt ook met name, zeg ik, en ook de verdiensten, niet alleen van die maatschappelijke organisaties, maar ook van de participatieraad. Dat wil ik hier ook wel nadrukkelijk gezegd hebben. We hebben heel nadrukkelijk ook dit voorgelegd aan de participatieraad. En samen met die participatieraad ook gekeken naar hoe zou dan die gezamenlijke zoektocht eruit moeten gaan zien. Nou, dat is dan onder andere aanleiding geweest om te komen met deze startnota. Niet meer en niet minder dan de startnota. Want je moet ergens beginnen. En die nieuwe zoektocht, daar zijn wij bij. Daar bent u zelf ook als raad bij. Want de vragen die ook inderdaad de heer Reiling de vorige keer stelde, van wat betekent dat nu voor ons als raad, hè, loslaten. Want dat betekent iets voor ons als college, maar dat betekent ook voor u als raad. En hoeveel vertrouwen geef je dan aan de samenleving om een plan van A tot Z uit te voeren? En met zo min mogelijk controlemechanismen, los van wettelijkheden die er misschien aan gekoppeld zijn. Dat is een uitdaging die we in 2017 met elkaar gaan ontdekken. En dat is ook wel een mooie uitdaging die ook de heer Van der Grampel volgens mij in zijn mooie inleiding van uw uitspraak heeft. Tussen droom en daad staan de wetten in de weg. Nou, van systeemwereld naar leefwereld. Vraag is van hoeveel ruimte krijg je, maar ook geef je als overheid aan samenlevingen om daarmee te komen. We hebben mooie voorbeelden daarvan. Die heeft u zelf ook in de notitie kunnen lezen. Van initiatieven die zelf tot stand zijn gekomen, die wel af en toe vragen om een helpende hand. Dat hoeft niet altijd geld te zijn, zeg ik nadrukkelijk. Het kan ook zijn in de vorm van informatie, kennis. Om zo'n volgende stap te helpen. Maar die energie, die kracht, die zit er zeker in deze samenleving. Dus ik ben niet bang voor dat we ook niet met elkaar straks tot een heel mooi werkend model gaan komen. Maar we gaan 2017 er verder uittesten. En ik denk dat de Right to Challenge daar een hele mooie is die mevrouw Van Hoek duidt naast het maatschappelijk aanbesteden. Wat ook als ingezet kan worden als middel. Maar laten we maar testen hoe dat in de praktijk uitvalt. Dan kom ik tenslotte bij het amendement. Nou, ik zie het amendement ook als vooral een ondersteuning van het sociaal ondernemen. Toen ik het de eerste keer las, dacht ik, er staan heel veel kaders weer in. Dus ik schrok eventjes, want ik dacht, van, we gaan weer aan de knoppen zitten en we willen loslaten. Tegelijkertijd geven ze ruimte, de kaders die hier zijn gesteld. De enige opmerking die ik zou willen maken, is van zet het nou niet gelijk op een maximum bedrag. Dus het voorstel van het college is om het niet vast te stellen op 5000 euro, maar laat dat nou gewoon eens open. Stel dat je een heel mooi project hebt van 10.000 euro, een hele mooie bijdrage kan leveren aan deze ontwikkeling, dan zou het ook een kans moeten hebben. En daar kun je natuurlijk over discussiëren, de hoogte daarvan. Maar ik zou hem niet willen maximeren op voorhand naar 5.000 euro, want dan gaan we dan weer in die rol kruipen van reguleren. Dat zou ik willen ontraden. Dus akkoord met de tekst, behalve met de tekst van maximaal 5.000. Voorzitter, dat is mijn reactie. Akkoord, dank u wel. Voor de reactie van de zijde van het college. Ik kijk allereerst even naar de indiener van het amendement, de heer Van der Grampel. De wethouder zegt, nou, ik kan ermee aan de voeten. Behalve met het ene kader dat wellicht initiatieven zeg maar, in de kiem smoort, om het zo maar te zeggen. De heer Van der Grampel. Zou ik toch even 5 minuten willen schorsen, voorzitter? Ik had al zoiets verwacht. Akkoord. 5 minuten voldoende? De vergadering is voor 5 minuten geschorst. Beste mensen, mag ik verzoeken om uw plekken opnieuw in te nemen. Geachte leden van de raad van de gemeente Hardenberg, ik heropen de vergadering. Aan de orde is agenda punt 8, de stadnota sociale ondernemen. Er ligt een amendement voor, het college heeft gereageerd. Wil het amendement overnemen, maar heeft gevraagd om het kader, het financiële kader, of 5000 euro eruit te halen. Dus ik zou als eerste het woord willen geven aan de indiener van het amendement, de heer Van der Gram. Dank u wel, voorzitter.
We hebben even ruggespraak gehouden met de mede-indieners van het amendement. We kunnen hierin meegaan om dit bedrag van de 5.000 er als hartpunt uit te halen. Maar dan willen wij wel graag de toezegging van de wethouder dat hij alle initiatieven, groot en klein, dat die een kans moeten krijgen. Binnen het totale budget. Eerst het budget precies, van 50.000 precies, euro. Binnen het budget wat er is van 50.000 euro. En na één jaar evalueren we ook als raad. Ja. Maar dan kun je toch ook hiermee recht doen aan hopelijk de wat kleinere initiatieven die worden ingediend. Ja, ik kijk even naar de wethouder. Ik wil toch nog even persoonlijk reageren op dus gedane suggestie. Voorzitter, het lijkt me niet ingewikkeld, mits ook voldoende aan die criteria die u, anders, die u verder heeft gesteld. Hè? Want er stond nog een rijtje voor. Dus groot en klein, ook passend binnen de criteria die daarboven stonden. Dat is wat u bedoelt. Ja, passend bij de criteria die genoemd zijn. En als u dat mee wil nemen. Kort, prima. Mag ik overgaan tot stemming over dit voorstel? Dan gaan we eerst stemmen over het amendement in dit geval en daarna over het voorstel zelf. Het amendement 1, ingediend door de fractie van de ChristenUnie, gesteund door andere partijen inmiddels. Ik vraag u wie is voor aanneming van dit amendement. Ik noteer de fractie van de ChristenUnie, CDA, VVD, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en op Koerspunt. En daarmee hebben alle fracties hier aanwezig vanavond dit amendement gesteund. En gaan mee om dit als zodanig uit te gaan voeren. Akkoord. Dan het voorstel zelf. De stadnota sociale ondernemen. Behoefte aan een stemverklaring. Niet het geval. Kunt u instemmen met de nota zoals die voor ligt om uit te voeren? Ik constateer dat alle fracties hier aanwezig daarmee akkoord zijn. Al dus aangenomen. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. En zullen we kijken of we enige snelheid in kunnen krijgen. De hamerstukken. Ik begin bij agendapunt 9. Vaststellen van de beheersverordening Gramsbergen partiële herziening bedrijventerreinen. Behoefte aan een stemverklaring. Dus in ieder geval kunt u instemmen met dit voorstel. Algemene stemmen van de aanwezigen hier is dit voorstel aangenomen. Akkoord. Agenda punt 10, de vaststelling van de beheersverordening Marienberg. Eén stemverklaring nodig. Ook vraag ik u, kunt u instemmen met dit voorstel? Ook dat kan ook de beheersverordening Marienberg. Dat is akkoord. Akkoord. Agenda punt 11, de transitie RUD IJsseland. Toestemming verlening tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling van de omgevingsdienst. Stemverklaring niet gewenst. Akkoord. U bent akkoord, constateer ik. Daarmee is dat voorstel ook aangenomen. Dan komen wij bij agenda punt 12. De verordening kwaliteitscriteria van de gemeente Hardenberg. Geen stemverklaring nodig op dit thema. U kunt instemmen met dit voorstel. Alle stemmen hier aanwezig zijn akkoord. Brengt ons bij agenda punt 13. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Mevrouw van der Hoek. Dank u wel, voorzitter. Op 15 december vindt er een regiobijeenkomst plaats, een regiocongres. En dat gaat met name over de branding van onze regio op economisch vlak. En ik heb begrepen dat u daar de portefeuillehouder van bent. En wij vroegen ons af, als het dan gaat over branding, of dan de duurzaamheidsagenda zoals we die vanavond ook hebben besproken, de ambitie die wij hebben, en de economische ontwikkelingen die dat met zich mee kan brengen en innovatie ook op de agenda staat. Als dat niet het geval is, of u het dan mee gaat nemen of niet. Akkoord. Ik doe hem toch maar even vanuit de economische agenda, want we hebben daar een dubbele rol in, ook vanuit de duurzaamheid. De heer Vent zit daarbij. We hebben inderdaad het congres is overmorgen van de regio Zwolle. Daarbij wordt de economische staat van de regio weer opgemaakt, wordt de balans opgemaakt. Het staat inderdaad in het teken van branding. De branding heeft op dit moment veel aandacht. Het gaat vooral over economie, over de maakindustrie, familiebedrijven in dit gebied. Het thema duurzaamheid gaat er ongetwijfeld, maakt daar zelfs onderdeel van uit. We hebben eerder vanuit de gemeente Hardenberg in de beginfase van de regio Zwolle duurzaamheid als trekker opgepakt. Toen bleek
dat het niet mogelijk was om dat op regionaal niveau zo op te pakken. Dat kwam niet goed van de grond. Wat er nu wel is gebeurd is dat de afzonderlijke gemeenten heel erg bezig zijn nu met het thema duurzaamheid, circulaire economie. Nou, daar hebben we het vanavond hier ook over gehad. En het is zeker de bedoeling om ook dat thema weer in te brengen in die regio Zwolle. Maar dan vanuit de basis, zeg maar, vanuit het fundament van de gemeente. Maar daarin werken we ook wel samen. En dat staat binnen de regio Zwolle ook heel hoog aangeschreven met de andere, O's noemen we dat. De onderwijsinstellingen en de ondernemers. Dus dat gaat daar ongetwijfeld een plek in krijgen. Ik merk ook dat het meer en meer aandacht heeft. Maar of het als eerste nu gelabeld gaat worden als de duurzame regio, dat kan ik u op dit moment nog niet toezeggen, want zover zijn we nog niet. Maar het wordt in ieder geval meegenomen en het zal donderdag ongetwijfeld aan de orde. Akkoord? Akkoord, dank u wel. Anderen voor de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan hebben we de rondvraag daarmee afgehandeld. We komen bij agenda punt 14. Een terugblik op het afgelopen vergaderjaar van deze raad van de gemeente Hardenberg. 2016 is bijna ten einde. De laatste weken die vallen nu. En het is goed gebruik om in deze raad daarbij stil te staan. En het is ook goed gebruik om de Nestor daarvoor de gelegenheid te geven om terug te blikken op het afgelopen jaar. En onze Nestor, mevrouw Annie Kelder, zal dat op zich nemen en ik wil u daartoe graag gelegenheid geven. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, collega's, ons college en alle andere belangstellenden hier in de zaal en via de live-uitzending die mij dan kunnen horen. Aan mij de eer om namens de raad het jaar af te sluiten. Ik wil dat graag doen met een terugblik op het afgelopen jaar. En te beginnen met januari 2016. In januari maakten wij ons druk over de streekfunctie van Hardenberg. We trokken richting Zwolle om de belangen van Hardenberg te bepleiten. Februari stond in het teken van evenementen. Wiens feestje krijgt subsidie? En wie kan het schudden? Ik heb niet de indruk dat de festiviteiten eronder hebben geleden. De behandeling van het manifest, het land van Ommen en Hardenberg en het vervolg in mei was al een feest op zich, waarbij niet iedereen meeliep in de Polonaise. Als een maartse bui bracht woningbouw in Sipkelo de gemoederen in beweging. Lang dreigde er een padstelling waar niemand beter van zou worden. Na veel overleg lijkt de gulden middenweg in oktober te zijn gevonden. Ook in maart de Internationale Vrouwendag. In onze gemeente de Hardenbergse Power Politica's borrel. Sommige mannelijke collega's horen nu wat nieuws. Haantjes, u zijn gewaarschuwd. April was de maand van het fikkie-stoken. Als een veenbrand breidde het verzet tegen de nieuwe stookverordening zich uit. Het leek een stroofvuurtje, hevig maar kort. In mei de bijeenkomst over de sociale woningbouw, nog door Ria Juurling georganiseerd. Haar naam zal voor velen van ons met dit onderwerp verbonden blijven. In juni werd de bestuursrapportage 2016 en kaderstelling 2017 behandeld en werd en passant besloten tot de bouw van de nieuwe sporthal Hardenberg. In juni vond er ook een raadsexcursie plaats die naar het energie-neutrale Saarbeek ging in Duitsland. Hier werd ons duidelijk dat wanneer de weersomstandigheden altijd zo slecht zijn als toen die dag, dan zouden zonnecollectoren niet van toegevoegde waarde zijn. Op 12 juli werd de laatste vergadering voor het zomerreces gehouden, geheel overschaduwd door het overlijden van Ria Juurling. We hebben als raad een betrokken
en ervaren volksvertegenwoordiger verloren, maar vooral een hartelijke en betrokken persoonlijkheid. Ria werd in augustus opgevolgd door Emiel Mulder, die nu voor de tweede keer zijn entree maakt in onze raad. Gezondheid, armoedebeleid en weldadigheid was het brede scala waar de raad zich in september over mocht buigen. De eerste twee zullen nog geregeld terugkeren. En het lot, de koloniën van weldadigheid, ligt in handen van de UNESCO. Wel staat vast dat het pauperparadijs diepe indruk heeft gemaakt. De wijnmaand werd ingezet met een raadsexcursie naar Doetinchem en Winterswijk. Tijdens deze dag toonde de gemeenteraad met het college haar vermogen om het nuttige met het aangename te verenigen. In oktober werd het optreden van Rijn Jonkans als voorzitter in de oriënterende ronde al geroemd, voordat hij was benoemd. De begrotingsvergadering op 8 en 14 november was een historische, met een college dat excuses aanbood en een raad die al vroeg pakjesavond had. Sinterklaas bestaat! Ook in november kreeg de raad les van Haagse Harry hoe te communiceren in gewone mensentaal. Een fractiegenoot die uit de bijbehorende enquête te horen kreeg dat hij een postmaterialist was, belde hevig verontrust de dokter die hem vertelde dat hij er ook niets aan kon doen. Doe maar gewoon en blijf maar met beide benen op de grond staan. Sociaal ondernemen en duurzame energieproductie laat ik vanavond even buiten beschouwing. Die worden volgend jaar geprolongeerd. En dan nu? Nu is het tijd om afscheid te nemen van Dirk van der Valk. Na 6 jaar raadslid te zijn geweest, ook als fractievoorzitter van de CDA en als voorzitter van het presidium, moet je nu afscheid nemen van de gemeenteraad van Hardenberg. Ja, een verhuizing van Hardenberg naar Zwolle, dat heeft wel consequenties, Dirk. Bedankt, Dirk, voor al je inzet voor de raad en voor de mensen in onze omgeving. Het positieve van dit afscheid is dat we verjonging krijgen in onze raad. Martijn als fractievoorzitter. Dirk, we wensen je alle goeds daar in Zwolle. Goed gaan. Klaas Mulder, als raadslid, kun je hier vanavond niet aanwezig zijn. Je operatie is gelukt en met jou gaat inmiddels weer de goede kant op, zoals je zelf gisteren zei. En optimistisch als hij is, is hij weer terug in 2017. Vanaf hier, Klaas Mulder, een hartelijke groet van ons allen en we wensen je veel beterschap. Verder wens ik iedereen, niet alleen u hier in de raadzaal, maar al onze inwoners in onze gemeente, alvast hele fijne feestdagen. En een gezond, succesvol en gelukkig, en wat al niet, 2017. Bedankt voor uw aandacht. Oh ja, en bedankt voor het niet plaatsen van interrupties. Dank u. Dankjewel, Annie, voor de mooie woorden en de terugblik op het afgelopen jaar. En dan zien we toch dat er ongelooflijk veel is gebeurd, terwijl je nog maar een fractie hebt genoemd van wat er allemaal voorbij is gekomen in deze gemeenteraad. Maar een van de dingen die aan het eind van deze vergadering nog te doen staat, is afscheid nemen van Dirk. Dirk, dit is toch echt jouw laatste raadsvergadering hier in de gemeente Hardenberg. Het hing al een tijdje in de lucht, maar de woningmarkt was nog redelijk bepalend wel op het moment waarop je afscheid zou nemen. En zo zie je maar, alles hangt met alles samen. Toch nog even een terugblik op Dirk, beste mensen, want dat is toch wel aardig om te doen.
Voor het geval u nog niet wist, we hadden het al lang gemerkt hier in deze raad. Je bent geboren in Friesland. Op 15 maart 1952 alweer. In de voormalige gemeente Wimbrietse-Radiel, als ik dat goed uitspreek. Nou, matig. Ja. En daarom ben ik ook burgemeester in de provincie Overijssel en niet in Friesland. Civiele techniek gestudeerd. Mooie studie aan de Technische Universiteit in Delft. En getrouwd met Wil, die hier ook aanwezig is. Van harte welkom, Wil. Net als een aantal andere mensen, vrienden, CDA-vrienden hier in ons midden. Om zeker te weten dat je op een goede manier afscheid neemt vanavond van onze gemeenteraad. Drie prachtige dochters, die we vanavond helaas volgens mij niet zien. Dus ik heb ze nog niet gespot hier. Die hebben hun eigen bezigheden. Dus die hebben dat wat losgelaten. Maar zijn wel opgegroeid ook hier in deze prachtige omgeving. Van 79 tot 85 werkzaam bij Hatjema. Koninklijk hofleverancier, geloof ik. Ik zag net al precies een van de mensen van Hatjema hier ook aanwezig. Als hydrogeolist. En daarna 12 jaar heb je bij Touw gewerkt als manager. En op enig moment hebben jullie je hart verloren aan Balkbrug. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. In een hele mooie omgeving waar jullie woonden, heb je met ruim 30 jaar met heel veel plezier gewoond samen met jullie gezin. Kinderen zijn erop gegroeid en van daaruit uitgevlogen. En eigenlijk vanaf het begin ben je ook al bestuurlijk actief geweest in heel veel zaken. In het jongerenwerk, het kerkelijk werk en zoals gezegd ook in het basisonderwijs. En een van de dingen die mij de afgelopen jaren elke keer is opgevallen, dat ik jullie heel vaak ook tegenkwam bij verschillende bijeenkomsten. Waar dan ook, in Balkbrug of hier in de gemeente Hardenberg. En ik denk dat dat jou ook wel heel erg tekent in de afgelopen jaren dat je raadslid bent geweest. Je was een heel zichtbaar persoon, ook in die samenleving en zeker in het gebied rondom Balkbrug en Dedemsvaart. En niet alleen daar, want dat vond ik ook wel mooi om te zien altijd, ook bij heel veel provinciale bijeenkomsten was jij heel vaak een van de vertegenwoordigers vanuit Hardenberg of vanuit het CDA. Die daar prominent aanwezig was en inbreng had. Sinds 11 maart 2010 meer raadslid voor het CDA hier in de gemeente Hardenberg geweest. En vanaf oktober 2011 tot eind 2015 ben je fractievoorzitter geweest en was je een van de stabiele factoren in de gemeenteraad van Hardenberg. En jouw drijfveer was destijds om in de politiek te gaan, dat je die betrokkenheid bij die samenleving jou heel erg aangreep en bezig hield. Je wilde iets voor die samenleving doen. Je wilt nog steeds iets voor die samenleving doen. Of dat nou vanuit de politiek is of vanuit kerkelijke achtergrond. Je vindt dat je daar een verantwoordelijkheid hebt. En je sprong natuurlijk ook altijd graag in de bres voor kwesties die met name ook wel weer speelden in die omgeving van Balkbrug en Oud Averreest. En in die zin heb ik jou ook altijd wel een beetje als afgezant uit het gebied beschouwd. Ook het raadslid overigens wat het meest ver moest rijden om hier te komen volgens mij. Dus ik zal absoluut niet zeggen dat het de buitengebieden zijn, want het is maar net hoe je dat bekijkt, zeg maar. Het kan ook het centrum zijn. Maar je was in ieder geval wel het raadslid wat het meest verre afstand moest overbruggen tot hier het democratisch had hier in Hardenberg. Nou, over die Friese afkomst heb ik het al een beetje gehad. Dat merkten we ook af en toe hier wel in deze gemeenteraad. Waar je een stabiele factor bent en constructief altijd meedeed. Was je soms ook wel een beetje eigenzinnig of een beetje eigenwijs. En vond je ook dat je bepaalde punten, dat je die echt moest maken. Dat je daar ook op moest blijven staan. Maar dat is ook goed. Want je staat ergens voor of je staat niet ergens voor. En het vakgebied waarop je actief bent geweest, past ook wel heel erg bij het adviseurschap wat je ook de laatste jaren hebt gedaan rondom duurzaamheid en milieu. Ik heb je wel eens genoemd de MERG-specialist hier binnen onze gemeente. En je was ook woordvoerder, en dat was ook niet verwonderlijk, op die terreinen van milieu, energie en duurzaamheid. Na de raadsvergadering van vorig jaar, 17 november 2015 was het, heb je het voorzitterschap overgedragen aan partijgenoot Martijn. Ben je in de club blijven zitten totdat het moment kwam dat jullie zeiden van nu gaan we inderdaad naar Zwolle.
vertrekken. In de periode dat je fractievoorzitter was, heb je ook het voorzitterschap van het presidium op je genomen. En ook in die periode was dat een hele goede periode om een samenwerking te hebben en ook een hele stabiele periode. Maar nu, zoals gezegd, afscheid nemen en toch dat platteland verlaten en richting de grote stad vertrekken. Voor mij is het een beeld wat nog helemaal niet in mij opkomt, wat ik ook helemaal nog niet begrijp. Zeker als ik weet waar jullie ook wonen. Maar misschien heeft dat met leeftijd te maken, ik weet het niet. Wat ik wel constateer is dat we opnieuw iets verliezen aan Zwolle. En dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Dat is ons al vaker overkomen in deze gemeente Hardenberg. En of het nou Weekamp is of een ander bedrijf, maar in dit geval verliezen we een persoon aan de gemeente Zwolle. En het is ook altijd goed om te weten dat we met Zwolle de afspraak hebben dat als we iets geven, we daar ook altijd iets voor terug willen hebben in deze gemeente. En we hebben natuurlijk heel ver in het verleden de WAVIN ervoor teruggekregen. Nou, dat lijkt me op zich ook wel iets waarvan de raad in Zwolle nog eens een keer zou kunnen overwegen. Ik zag van het weekend of maandag, geloof ik, dinsdag in de krant dat de CDA-fractie in Zwolle vond dat het vliegveld maar moest gaan heten Zwolle Lelystad. Ik zou nou niet direct een oproep aan jou willen doen om dat te bepleiten dat dat vliegveld toch een andere naam moet hebben of dat dat hier in deze omgeving zou moeten liggen. Maar ik zat mij net te bedenken toen ik de discussie volgde over de duurzaamheid en circulaire economie, waarvan wij ook in de regio Zwolle ons plaatje moeten bemachtigen volgens sommigen. Dat ik dacht van nou misschien is het wel goed om te vragen, we hebben inderdaad Weekamp afgestaan aan Zwolle, maar om misschien te vragen of Zwolle met ons niet wil pleiten voor iets heel erg duurzaams. En wat zou nou mooi zijn om gewoon de Zwolle Hardenberg Factory hier van Tesla hier in Hardenberg te gaan vestigen. En ik zou je dat graag willen meegeven. Het lijkt me fantastisch om zo'n grote fabriek hier in deze gemeente te binnenhalen. En we sturen jou eigenlijk als een soort verkenner nu op pad in Zwolle om voor ons die gesprekken aan te gaan. En jij hebt je politieke contacten, dat weet ik. Die zijn goed, die zijn stevig. En ik zou u dat als opdracht vanuit de raad en vanuit het college mee willen geven. Want wij staan erachter klaar met bestemmingsplannen en met procedures om het allemaal heel snel te faciliteren. Dat weet je ook. Om je die opdracht mee te geven bij vertrek hier uit de raad van Zwolle. Zonder gekheid, Dirk. Ik en met mij heel veel mensen hebben genoten van jouw aanwezigheid en vooral je bijdrage hier in deze gemeenteraad van Hardenberg. Zoals gezegd, stabiele en een stevige factor was je hier in deze raad. En ik wil je ontzettend bedanken. Of laat ik zeggen, ik wil jullie heel veel succes en vooral veel woonplezier toewensen in die mooie stad Zwolle, want dat moet toch ook gezegd worden. Maar ik wil jou heel erg bedanken voor het werk wat je hier hebt gedaan voor de samenleving van Hardenberg. Want je was er niet alleen voor Balkbrug of voor Alm-Tafelrees, je stond voor alle inwoners van deze gemeente. En ik zou je heel graag een mooi cadeau willen overhandigen. En ik heb daar goed op geoefend. Het is een mooi kristallen beeld van deze raadzaal en van het gemeentehuis. Het is van echt zuiver kristal. We hebben dat nog eens laten testen. Dat zou ik je willen overhandigen. Ik zou Wil ook naar voren willen vragen. Want ook Wil bedanken voor het feit dat ze jou elke keer weer heeft losgelaten in de richting van de raadzaal van Hardenberg. Dirk, dank je wel voor het werk wat je hebt gedaan voor de raad en voor de inwoners van Hardenberg. Bedankt. Als je nog even wilt plaatsnemen, want ik zou heel graag het woord willen geven. Er is nog iemand die jou wil toespreken en dat is de fractievoorzitter van het CDA. Hier Martijn Breukelman. Martijn, aan jou het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vandaag nemen we afscheid van een zeer gewaardeerd collega. En van een nuchtere Fries, zoals je ook al zei. We nemen afscheid van ons fractielid Dirk. Dirk was naast zijn werkkring al vele jaren bestuurlijk actief. Bijvoorbeeld bij de jeugdhoogste van Hattie, bij basisschoolbesturen. Dirk was voorzitter van het CDA-bestuur in de voormalige gemeente Averreest en kerkelijk bestuurder in Balkbrug. In de periode 2006 tot en met 2010 was Dirk bestuurslid van de CDA-afdeling
Hardenberg. Tot het moment waarop hij in 2010 toetrad tot de gemeenteraad. Hij werd onderdeel van een CDA-fractie die op dat moment relatief veel nieuwe gezichten kende. En ruim een jaar na de beëdiging van Dirk besloot Henk Meulink om na 10 jaar zijn fractievoorzitterschap van CDA neer te leggen vanwege zijn nieuwe rol in het provinciale. Wie zou hem moeten opvolgen, was toen de vraag. Vanuit zijn voorgeschiedenis wisten we dat Dirk een CDA'er in hart en nieren is. Iemand die de christelijke waarden en normen hanteert in de omgang met anderen. En combineert dat met de stabiliteit die een nuchtere Friesje te bieden heeft. En het was er snel duidelijk dat Dirk de nieuwe fractievoorzitter moest worden. De identiteit van Dirk maakt hem soms ook wat standvastig. Zelfs een klein beetje eigenwijs wel misschien. Zo kwam het een enkele keer voor dat de mening van Dirk niet aansloot bij de meerderheid van de fractie. En Dirk verzette zich toen hevig en lang, maar de fractie bleek onvermurmbaar. En gewezen op zijn taak als voorzitter voerde Dirk het woord en verdedigde het standpunt van de fractie. Het voorstel van het CDA, dat ik uiteraard niet nader zal duiden vandaag, moest bakzeil halen in de raad. Had Dirk dan toch gelijk? In de eerstvolgende fractievergadering voelde Dirk niet de behoefte om zijn gelijk te halen of om ons ongelijk te benadrukken. Het enige wat hij zei was, mensen, dit doen we zo niet weer. En ging over tot de orde van de dag, zullen we maar zeggen. Hoe mooi is dat? Het typeert wie Dirk is. Misschien niet de flamboyante politicus, maar wel een rustig, redelijk en vooral overdenkend mens. Niet een te charismatisch leider, maar wel iemand die er altijd is. Intern en extern op ledenvergadering van plaatselijke belangen, op bedrijfsbezoeken en bij inwoners met een gemeentelijk vraagstuk. En de wijze waarop jij het CDA hebt vertegenwoordigd als raadslid, als fractievoorzitter, als lid van het presidium en niet onbelangrijk bij de coalitieonderhandelingen, heeft ons goed gedaan. Tot slot, voorzitter, wil ik afronden met een persoonlijke noot. Toen jouw verhuisplannen bekend werden, Dirk, stelde jij het voorzitterschap ter beschikking, zodat je een opvolger nog deze periode zou kunnen groeien. Ik heb deze plek mogen innemen. En vaak zijn mensen in de politiek niet bereid om na een voorzittersperiode als lid terug te keren. We zien het op verschillende niveaus, zo dit weekend nog in Den Haag. En jij was hier wel toebereid. En je hebt mij alle ruimte gegeven om een eigen invulling te geven aan het fractievoorzitterschap. Je stelde je daarbij bescheiden op en je hebt mij kunnen en willen adviseren op momenten waarop ik dat wenselijk achtte. En daar ben ik je zeer dankbaar voor. Dirk, namens het CDA en de fractie wil ik jou ontzettend danken voor jouw inzet als raadslid en fractievoorzitter voor zowel de CDA-fractie als voor de gemeenteraad van Hardenberg. We bieden jou graag een bos bloem aan en een goed fles wijn, maar zeker ook een luid applaus. Dank u wel. Dank je wel. Ja, de bloemen zijn voor de baas natuurlijk. Ja. Helder. En de wijn, die lust ik wel. Dank voor de mooie bijdrage vanuit zijde van de fractie van het CDA. Ik zou, als er geen andere mensen meer willen spreken, kijk toch nog even rond. Dat is niet het geval. Dirk gaat nog even zitten, maar dat is niet het geval. Dan zou ik graag het laatste woord, want zo hoort dat, het laatste woord aan Dirk willen geven om deze raad in deze samenstelling nog eenmaal toe te spreken. En er is geen spreektijd afgesproken. Gelukkig maar, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik sta niet zo gauw met de mond vol tanden, maar ik word wel een beetje verlegen van al deze woorden. Dank ervoor, voorzitter. Annie ook. En Martijn ook. Dank voor deze woorden. Ruim 6 jaar. Cor Verdalen die schreef het vorige week in de Stenter volgens mij. Inmiddels is het een week later en ik maak er bijna 7 jaar van. Dat klinkt beter, vind ik.
En voor mij waren het ook 7 vette jaren, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb het met heel veel plezier 7 jaar lang gedaan. En ik heb ook heel veel geleerd weer in die 7 jaar. Ik ben niet zo'n politicus. En als je dan in zo'n raad begint, dan merk je dat je op een rijdende trein stapt. En dan denk je wel eens, waar gaat het over? Of je vraagt je nog sterker af van, waar gaat het eigenlijk naartoe? Nou, door veel te lezen en door veel te praten met mensen. En door de vele ondersteuning van iedereen, ja, ga je op een gegeven moment ga je meer grip op die zaken krijgen. Na 1 jaar werd ik, of ruim een jaar, anderhalf jaar, werd ik fractievoorzitter van het CDA. De grootste partij. En inderdaad, dan ben je ook voorzitter van het presidium. In die rol als voorzitter van het presidium heb ik ook op cruciale momenten heb ik de steun van mijn collega-fractievoorzitters ervaren. En het gevoel en ook het vertrouwen dat als het erop aankomt, als het er echt op aankomt, dat je dan vanuit kunt gaan dat iedereen hier in deze raad zoekt naar wat het beste is voor de gemeente Hardenberg. Dat maakt dat je samen sterk kunt staan. Ja, en dan een jaar geleden kwamen die verhuisplannen. En voorzitter, ik heb ik mijn fractievoorzitterschap ter beschikking gesteld binnen de fractie. Nou, Martijn is unaniem verkozen. Dat wisten jullie natuurlijk allemaal al lang. En ik heb ook dit afgelopen jaar heb ik met ontzettend veel plezier nog in de raad mogen acteren. Ik heb ook met heel veel plezier Martijn aan het werk zien gaan. En hij heeft het uitstekend opgepakt, vind ik. En dat vind ik denk ik niet alleen. En ik ben ook vol vertrouwen dat mijn opvolger in de fractie, daar zit hij, Arjen Roelofs, volgend jaar zal hij zo snel mogelijk aan de gang willen gaan. Ik denk ook dat hij het geweldig gaat oppakken. Voorzitter, inhoudelijk hebben we de afgelopen jaren ook een aantal hoogtepunten meegemaakt in de discussies in de raad. Ik noemde discussies rond de Veenwieken. Vanavond ging het weer over wind voor een deel. Het windpark de Veenwieken, dat heeft jarenlang gespeeld. Maar ook het AZC. Eerste deceptie van de discussie rond het AZC in Slagharen, wat op het allerlaatste moment niet doorging. En daarna de komst van het AZC op Heemsterpoort. Maar ook een heel belangrijk punt was de discussies rond de sluiting, of de mogelijke sluiting van Veldzicht in 2012. En natuurlijk de niet aflatende discussies rondom de bereikbaarheid, de wegen, de N34, de N340 en de N377. De komende tunnel in Balkbrug, nou die hadden we graag willen voorkomen als er uiteindelijk voor die noordelijke variant was gekozen. Maar ja, dat hebben we niet mee mogen maken. Dus die tunnel die zal er best komen en daar gaan we er ook doorheen. En zo, voorzitter, zou ik nog wel uren door kunnen gaan over allerlei onderwerpen waar we hier interessant gesproken hebben. Maar misschien moeten we dat straks maar even bij de borrel doen. Wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat ik dank verschuldigd ben aan heel veel mensen waar ik in deze 7 jaar mee heb mogen samenwerken. Ik ben er trots op dat ik in deze gemeente met zoveel mensen heb mogen samenwerken. En daarbij wil ik ook oud-collega's niet vergeten. Ik noem er één, Andy de Vos, oud-fractievoorzitter van de PvdA. Maar ook de overleden collega's, Albert Schipper, fractievoorzitter van de VVD. En Ria Jurlink, Annie, die had het er net al over. Afgelopen jaar, zaterdag waren Wil en ik 34 jaar getrouwd. 34 jaar geleden zat ik samen met Ria Jurlink in het bestuur van de jeugdsoos van Hattie. En ja, zo iemand, die mis je dan wel. Zo was ook op onze bruiloft in Delft, 34 jaar geleden.
En dan deze raad. Ik ben van mening dat deze raad, die nieuw aangetreden is, bijna 3 jaar geleden, dat die heel veel nieuwe mensen had, daar hebben we het wel vaker over gehad, maar dat die de afgelopen jaren ook sterk is gegroeid. Gegroeid in vertrouwen, zelfvertrouwen. Sommige mensen misschien wat heel erg veel zelfvertrouwen. Maar ook onderling vertrouwen, dat is gegroeid. En ik denk, in een raad geldt ook, net als in een huwelijk, wat je geeft, krijg je weer terug. Dus als je een stukje vertrouwen geeft, krijg je ook een stukje vertrouwen terug. Als jullie dat blijven doen, dan komt het ongetwijfeld helemaal goed met deze raad. Voorzitter, ik wil ook u en het college danken. Speciaal natuurlijk ook Douwe Prinsen, als oude rot, als wethouder, door de wol geverfd en een boeiende gesprekspartner. Ook oud-burgemeester Meulman wil ik daarin in die dank betrekken. En natuurlijk mijn fractiegenoten. Ik heb altijd de discussies in de fractie als heel open en ervaren en een hele plezierige samenwerking gehad de afgelopen jaren met deze fractie en ook met de vorige. Met dank ook aan de Griffie, Frank, je collega's van de Griffie en ook je voorganger Jolanda voor alle steun die ik heb mogen ontvangen en de plezierige wijze waarop we hebben samengewerkt. En dat geldt natuurlijk ook voor anderen in het ambtelijk apparaat. Ik zie daar één voorbeeld zitten, dat is Jan van den Kamp. Altijd hier aanwezig. Ik kan me zelfs herinneren dat ik op zaterdag, toen dacht ik van nou als raadslid moet je ook, en al doet, moet je ook eens een keer wat gaan doen. Nou, wie stond er naast me een hek te plaatsen bij een voetbalveld? Meneer van den Kamp. Hij is overal. Hij is er altijd. Oh ja, één ding wil ik dan wel even kwijt. Dat had met dat vertrouwen te maken. Een mooi voorbeeld wil ik nog even noemen. Dat is, Annie die had het er net ook al even over, de laatste begrotingsvergaderingen. Die ging een beetje in tweeën. De eerste vergadering ging iedereen een beetje voor eigen parochie. En we dachten van ja, waar gaat dit naartoe? Nou, er kwam niet zoveel uit. En dankzij een geweldige regie van onze onvolprezen wethouder financiën, de heer Janssen, moest er geschorst worden. En dat gaf ons de gelegenheid om elkaar weer te vinden en vertrouwen weer een beetje in elkaar te herstellen. En de volgende vergadering werden alle moties en amendementen, die werden unaniem aangenomen. Weer een voorbeeld dat als je vertrouwen geeft, krijg je er wat voor terug en dan kun je heel ver komen. Ik was bijna klaar met mijn dankwoord. Maar last but not least wil ik ook de kiezers bedanken natuurlijk, die onze fractie gekozen hebben, die mij gekozen hebben. We zijn allemaal met voorkeurstemmen gekozen, daar zijn we ook altijd dan wel een beetje trots op. Maar ook de hele bevolking van Hardenberg. Alle vrijwilligers in de plaatselijke belangen, die ook ontzettend veel tijd steken in het bestuurlijk bezig zijn voor hun omgeving. Ook bedankt jullie voor de plezierige samenwerking, voeding met de ideeën en ook de kritieken die wij van jullie krijgen, daar kunnen we wat mee. En uiteindelijk doen we het met z'n allen voor de bevolking van Hardenberg. We doen het ervoor om Hardenberg een beetje beter achter te laten voor hen die na ons komen. Wil en ik, wij gaan naar Zwolle, maar we komen graag nog geregeld terug. Dank u wel. Dankjewel Dirk voor de mooie afscheidswoorden en de bespiegelingen die je ons toch nog eens even hebt meegegeven. Geeft toch weer nieuwe inzichten in hoe dat gaat in die fractie van het CDA. Dus dat is altijd goed om te weten. Mooi. En het gaat jullie bijzonder goed in Zwolle. En of jullie komen hier of wij komen daar,
We blijven elkaar ongetwijfeld nog tegenkomen. En dat is goed. Wij zijn aan het einde gekomen van deze raadsvergadering, beste mensen. Aan het einde gekomen van de laatste raadsvergadering in 2016. Er is veel over gezegd. We hebben nog een paar mooie thema's vanavond behandeld die volgend jaar inderdaad weer terugkomen. Belangrijke thema's over het sociaal ondernemen. Duurzaamheid komt volop terug. Maar dit is toch echt de laatste ronde. Ik wil u allemaal graag uitnodigen om na het sluiten van deze vergadering nog even na te praten. Er is nog een borrel en een hap beschikbaar om afscheid te nemen van Dirk en Wil. En dat doen we na de sluiting van deze vergadering. Dat doe ik niet nadat ik nog twee opmerkingen heb gemaakt. Dat betekent dat volgende week dinsdag is er toch nog een raadsinformatiebijeenkomst in het LOC. Daarvoor wil ik u toch van harte uitnodigen om daar nog gebruik van te maken. Het werk gaat dus nog even door. En dan gaan we het kerstreces in. En dan zie ik u heel graag terug. En ik nodig iedereen, ook mensen op de tribune, ontzettend graag uit om bij de nieuwjaarsontmoeting hier in het gemeentehuis aanwezig te zijn. En dat is dinsdag 3 januari 2017. Dat lijkt heel ver weg, maar het is zover. Dit is de laatste raadsvergadering van 2016. Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de bijdrage van het afgelopen jaar. En ik nodig u graag uit om samen nog afscheid te nemen van Dirk en Wil, zoals gezegd. Een goed kerstreces gewenst. Goede jaarwisseling gewenst. De vergadering is gesloten.